Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie. Heet iedereen van harte welkom hier. En iedereen die het vanuit een andere plaats volgt. En ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Zalm. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat wij met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Dan vraag ik u met mij te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel, neemt u plaats. Meneer Zalm, u was 13 jaar minister van Financiën. Betrokken bij het HSL-dossier. Kleine onderbreking geweest. Maar u bent veel bij het HSL-dossier betrokken geweest. En in dit verhoor hebben we een aantal onderwerpen die we met u door willen nemen. De invulling van het vervoer over de HSL-Zuid. De openbare aanbesteding van de vervoersconcessie over de HSL-Zuid. Dus het recht om over de HSL-Zuid te mogen rijden. De totstandkoming van die overeenkomst met High Speed Alliance. Het bedrijf dat wordt ingericht om dat vervoer tot stand te brengen. En ook de uitvoering van die concessie, van dat recht om te mogen rijden over de HSL-Zuid. Dat zijn de onderwerpen waarover vandaag met u zal worden gesproken. En dit verhoor zal met name worden gevoerd door de heer Van Gerven en de heer Elias. En ik geef als eerste het woord aan de heer Van Gerven. Ja, meneer Zalm, wij horen u in de hoedanigheid oud-minister van Financiën van 1994 tot 2002, 2003, 2007. En kunt u schetsen hoe u als minister van Financiën betrokken was bij het Hoge Snelheidslijn Zuid-project? Ja, misschien eerst even een kleine relativering van mijn ambtsperiode. 13 jaar heb ik niet gehaald. Ik denk dat het in totaal 11 jaar en 8 maanden is geweest. Want ik ben nog even tussendoor ook fractievoorzitter geweest. Mijn verblijf in politiek Den Haag was op de dag af 12,5 jaar. Dus ik heb mijn 12,5-jarig huwelijk met de politiek gevierd en daarna was het over. Mijn betrokkenheid bij dit onderwerp was natuurlijk in de eerste plaats vanuit de financiële dimensie, als hoeder van de schatkist. En in de tweede plaats ook vanuit de rol die financiën speelden bij publiek-private samenwerking. Er was een kenniscentrum op het ministerie die ook probeerde te bevorderen dat er vormen van publiek-private samenwerking zouden ontstaan. En dat waren eigenlijk de twee invalshoeken die mijn betrokkenheid bij dit onderwerp bepaalden. Ja, en dus financieel en ook zeg maar die samenwerking publiek-privaat, dat waren de kernpunten. U was voorstander van een openbare aanbesteding van de vervoerconcessie voor de HSL Zuid. Van waar eigenlijk die voorkeur? Omdat je daarmee toch een zekere prikkeling hebt om dingen efficiënt voor elkaar te krijgen. Als je sowieso weet dat je iets mag doen, dan ben je ook niet gedwongen om goed na te denken hoe kan ik dat nou op de meest kostenefficiënte manier doen. Terwijl als het in een openbare aanbesteding gaat, dan wordt alle creativiteit er ook op ingezet om die kostenefficiëntie goed op orde te krijgen. Dus dat was mijn algemene insteek bij dit soort zaken. Als er enige vorm van concurrentie is, spannen mensen zich meer in dan wanneer ze gegarandeerd het monopolie krijgen. Dat geldt in zijn algemeenheid. En dat gold ook voor zeg maar, de HSL of het spoor? Ja, dat geldt ook voor als je zelfs om een
analogie, wat nu niet aan de orde is, maar zelfs bij het vernieuwen van een Rijksgebouw, hè, we hebben de Rijksgebouwdienst, maar we hebben toch een keer gekozen, en meerdere keren denk ik, maar in ieder geval bij het ministerie van Financiën bijvoorbeeld, is ook een tender gedaan van wie wil dat ministerie van Financiën opknappen. En dat bleek uiteindelijk ook veel voordeliger te zijn voor het ministerie dan de klassieke manier van laat het maar renoveren door de Rijksgebouwdienst. Omdat je daarmee ook risico's overdraagt en de creativiteit van de particuliere sector benut. En op die manier krijg je toch wat meer spanning die ook noopt tot creativiteit en goed op de centen let. Ja, en dat geldt ook voor het spoor, zegt u. Ja. Dat geldt eigenlijk dezelfde mechanismen die dat bewerkstelligen. En hoe lag eigenlijk de mening op dit punt, zeg maar, binnen het kabinet? Ik denk dat er in het kabinet overwegend... En dan even voor de duidelijkheid, kabinet Kok 1 en 2. Ja. Ik denk dat er overwegend sympathie was voor openbare aanbesteding. Het was wel zo dat bij de Tweede Kamer dat anders lag. Daarmee ook wel bij de minister van Verkeer en Waterstaat. In ieder geval bij minister Netelenbos, hè, want in die tijd speelde het. En die wilde toch ook in ieder geval de NS de eerste kans gunnen om via niet-openbare aanbesteding een bod te doen. Ja, en was zij de enige minister eigenlijk in het kabinet die zeg maar tegen aanbesteding was? Dat zou ik niet durven zeggen. Maar zij zat in een, vormde zij een kleine minderheid in nou, het kabinet? Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als de minister van Verkeer en Waterstaat in haar portefeuille iets wil, dan krijgt die wel het voordeel van de twijfel. En zo is het ook gegaan. Ik was ook van meet af aan toen al voorstander van openbare aanbesteding, maar uiteindelijk heeft het kabinet bewilligd in het eerst ondershands proberen aan te besteden richting NS. Ja, en even, daar komen we natuurlijk nog wel op terug, maar liep nou die, want ja, uw gedachte zal niet verbazen, hè, vanuit uw politieke gezindheid natuurlijk. Maar hoe liep dat qua politieke kleuring door het kabinet heen? Want je zou van Partij van de Arbeid verwachten, bijvoorbeeld tegen aanbesteding, D66, misschien weer een andere positie. Kunt u dat nog schetsen? Nee, heb ik geen bijzondere herinnering aan, maar het lijkt me aannemelijk dat PvdA's wat eerder denken aan ondershands aanbesteding dan D66'ers en VVD'ers. Ja, dat lijkt mij aannemelijk, maar ik heb daar geen... U kunt dat niet compleet meer herinneren? Nee, ik heb de ministerraadsnotule niet ingezien. Geloof ik niet dat dat mee mag. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar uit mijn ambtelijke notities, mijn geheugen zeg maar, heb ik daar geen enkele indicatie voor hoe die politieke verdeling toen lag. En u zei van ja, de minister van Verkeer en Waterstaat, die wilde onderhands aanbesteden. En dan gaat het voor het binnenlands vervoer. Ja. Is er nog discussie geweest ook tussen binnenlands en buitenlands vervoer? Nee, want dat was al eerder, ook in de brief dacht ik van de minister van Verkeer en Waterstaat zelf gezegd, dat in ieder geval het internationale vervoer sowieso openbaar zou worden aanbesteed. Ja, dat stond in de nota derde eeuw spoor. Hè? Dat was eigenlijk toch door het kabinet geaccordeerd. En u zegt, ik was het daar op zich niet mee eens. Maar ik vind, als een minister van Verkeer en Waterstaat dat wil, een vakminister moet ook wel die ruimte hebben. Ja. Mag ik dat zo samenvatten? Nou ja, ik heb het in ieder geval niet gewonnen toen. Nee, u bent wel de discussie aangegaan. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, mezelf kennende, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar uiteindelijk heeft minister Netelenbos toen haar zin gekregen. Ja. En is toen ook het proces met de NS Maar is het dan zo dat daar dan eigenlijk een soort compromis uitgerold is van binnenlands gunnen we onderhands en buitenlands gaan we aanbesteden? Ja, dat stond al vast. Ja, maar is dat de... Het was geen compromis. Ja, dat was... Want er was natuurlijk ook een mogelijkheid om... Ook het buitenlandse deel, laten we zeggen, naar Brussel. Omdat ook wat de NS later gedaan heeft in haar voorstellen. Ja, maar dat had natuurlijk ook... Dat zou in strijd geweest zijn met de derde nota spoor van de
of de derde eeuwspoor, ja. Die de minister zelf had uitgebracht. Dus dat lag niet voor de hand. Maar u kunt zich niet herinneren of daar ook nog in bij de totstandkoming van die nota, die ook in de ministerraad uiteraard is vastgesteld, of dat nog een punt van discussie is geweest? Nee, kan ik me niet herinneren. Maar goed, het was een. Uiteindelijk heeft u zich op dat punt gewoon op dat moment neergelegd bij minister Netelenbos, de vakminister. Dan wil ik naar het bekende Intercity Maxbod. Ja. Het eerste bod, zeg maar, wat NS mocht doen. Naar aanleiding van wat we net hebben besproken, onderhands wordt het binnenlands vervoer gegund. Dat bod wordt afgewezen. Vond u dat terecht? Ja. Ja, ik heb wel zitten nadenken, hoe kan je dat nou uitleggen? Maar het is bij wijze van spreken, als je zegt, ik vraag een offerte voor het aan de buitenkant laten schilderen van mijn huis. En vervolgens komt er een offerte die niet alleen de buitenkant van je huis schildert, maar ook je keuken verbouwt, wat nieuwe meubels erbij zitten en ook de binnenkant nog schildert. Het was een heel ander bod wat men uitbracht dan wat gevraagd was. En daarom is het ook afgewezen, want het voldeed niet aan wat wij gevraagd hadden als kabinet. Maar als het nou een... Het was niet gevraagd, maar als het nou een fantastisch bod is. Nou, het was ook geen fantastisch bod als je dat analyseerde, maar het belangrijkste is natuurlijk dat als je een uitvraag doet voor een aanbesteding, een onderhandse aanbesteding, is dat men niet komt met een bod op iets wat je niet gevraagd hebt. Maar kunt u dat eens toelichten van dat het niet aan de maat was? Nou ja, er zaten allerlei andere ideeën in, maar u weet dat inmiddels beter dan ik. Van ook nog een lijn naar het oosten en van alles en nog wat. Maar het ging bepaald niet over de vraag van doe een bod op het mogen exploiteren voor binnenlands vervoer van de HSL-lijn. Ja, ze boden iets anders dan gevraagd. Ja. Maar hoe beoordeelde u het bod financieel? Financieel, voor zover, ja, dat was lastig te overzien, omdat daar een allegaartje was van allerlei dingen. Naast, als ik nog even terugkom op de analogie met het buitenschilderen en het binnenschilderen en de keuken verbouwen en de meubeltjes erbij. Er stond niet apart bij van, als we nou alleen het buitenschilderwerk doen, dan vragen we zoveel. Dus het was ook niet, als men het nog gesplitst had, in van, nou, op zich voor die HSL bieden we dit, maar wij menen dat het nuttig zou zijn om. En dan wordt het plaatje als volgt. Dat was dus niet zo. Het was een integraal, zoals het geloof ik zelf ook noemde, een integraal bod. En dan was het ja of nee. Ja. En het werd nee. Ik weet niet, heeft u het verhoor van de heer Timmer gisteren gevolgd? Nee. Die was namelijk heel enthousiast over het bod wat ze hebben gedaan. Begrijpt u dat? Ja, nou, die wilde misschien minister van Verkeer en Waterstaat spelen, maar die hadden we al. En die had een uitvraag gedaan aan de NS, van hier, dit verlangen we van jullie en vertel wat je daarvoor over hebt. Ja. En ja, daar werd niet aan voldaan. Dus men ging eigenlijk op de stoel van de minister zitten. Ja. En dat hadden ze niet moeten doen. Nee, want we hadden alle ministers. Ja, we hadden alle ministers. We hadden andere ministers. Ja. Goed, dan dat Intercity Maxbod, dat wordt afgewezen in november 1999. En dan krijgt NS eigenlijk een tweede kans en moet reageren op drie mogelijkheden die voorliggen. Dat wil zeggen ingaan op de eisen van of het voorstel van het kabinet en daarvoor tekenen, zeg maar. Een tweede optie was, het wordt aanbesteed, NS doet niet mee, maar mag wel met de winnaar, zeg maar, tot 50% deelnemen. En de derde mogelijkheid was gewoon de openbare aanbesteding. Vond u dat eigenlijk wel terecht, dat NS een tweede kans kreeg? Ja. In ieder geval hebben ze die kans gegund. U heeft ze die kans gegund, maar vond u het terecht? Wat was uw mening? Nou, het had voor mij niet gehoeven. Maar ik heb geen bezwaren aangetekend toen dit voorstel ter tafel kwam. En het was ook snel over, want de NS wist binnen enkele dagen al te melden dat ze alleen maar hun oorspronkelijk plan wilden uitvoeren en verder niks. Is het nog een flinke discussiepunt geweest in het kabinet? Het is gediscussieerd, maar het is niet een moeizaam. We hebben er geen twee maanden over gedaan zoals later bij de oranje combinatie. Nee, het moest. Dat ging heel snel, zeg maar, nadat de analyse was gemaakt. Dit is geen goed bod.
we geven ze nog een tweede kans. Ja. En die hebben ze onder het motto, misschien dat ze het niet goed begrepen hadden. Dus. Speelde de druk van de Tweede Kamer nog een rol in het besluit om ze een tweede kans te geven? Ja, wellicht ook op de achtergrond wel. Dat is altijd moeilijk na te gaan in hoeverre dat speelt. Het was wel zo dat de NS altijd heel goede contacten met de Tweede Kamer had. En de Tweede Kamer ook in overgrote meerderheid sympathie had voor de NS en ook voor het gunnen aan de NS van de hoogsnelheidslijn. Ja, dus u denkt vermoedelijk wel op de achtergrond. Nou ja, dan heb je in ieder geval als kabinet heb je laten zien dat je tot het uiterste bent gegaan door ze zelfs nog een tweede kans te geven. Duidelijk. Goed, u heeft de handelwijze van NS al geschetst. Met betrekking tot dit bod. Ze gingen eigenlijk op de stoel van de minister zitten. Ja. En dat moet je niet doen. Nee, dat is onverstandig. Ja. Kunt u daar nog meer kleuring aan geven? Dat, nee, is ja, het is, wel, ja, ik ja. vind het ook wel verbazingwekkend. Want als je zo'n onderhandse procedure instapt. Dan sondeer je toch iets beter. Hè? Als je van plan bent een wat grootser plan neer te leggen dan dat de minister vraagt. Dan zou je toch denken dat je dan eerst nog eens even met de minister gaat praten. Van, wij denken dat we nog iets mooiers kunnen maken. En zou dat, hoe zou je er tegenover staan? Dus dit kwam, kwam echt uit de lucht vallen. Men had het helemaal uitgewerkt zonder enig contact naar mijn waarneming. Met de minister. Maar het voorstel is wel besproken met minister Kok of minister-president. Dat zou kunnen. Ja, maar daar heeft u geen kennis over of nee. van? Nee. Nee. En zegt dat hadden ze wel moeten doen. Ze hadden het eigenlijk, als ze dat van plan waren, hadden ze dat... Veel eerder. Veel eerder. Het eerst helemaal uitwerken dan het op een bijeenkomst organiseren... waarin je dat plan presenteert waar iedereen dan denkt van... hé, dat is toch iets heel anders dan wat we gevraagd hebben. Maar het was, laten we zeggen, in ieder geval op het ministerie van Verkeer en Waterstaat... wel op hoog ambtelijk niveau bekend. Er zijn er wel contacten geweest, zeg maar, tussen NS en het ministerie. Maar dat acht u niet voldoende. Voor u kwam het als een duveltje uit een doosje, het voorstel. Ja. Goed, u zegt... ze hebben eigenlijk onverstandig geopereerd, op de stoel van de minister gaan zitten. En heeft de heer Timmer, die we gisteren hier hebben gehoord, die heeft verklaard dat NS zich geschoffeerd voelde door het optreden van het kabinet. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is toch dat je, ik denk dat, ik kan me dat, misschien als ik me probeer in hem te verplaatsen, zou ik me dat nog een klein beetje kunnen voorstellen. Aan de andere kant moet je ook wel de staatsrechtelijke verhouding een beetje in het oog houden. Dat de regering er is om te regeren en niet de NS. En als de regering iets vraagt aan een partij... dan ga je niet met antwoorden komen op niet gestelde vraag. En in ieder geval beantwoord je op zijn minst de vraag die wel gesteld is. Ja, waarom voelden ze zich geschoffeerd? We doen een bod. Wat is een offer you can't refuse? Ja, en dat werd ook nog bijgezegd. Dat overigens een quote is van Al Capone. Hè? Wat dat betreft is dat ook staatsrechtelijk niet de ideale quote. Ja, maar hij zit bij iedereen in het geheugen. Dat is een collectief begrip. Dat had hij dus wel mis. maar dat was zijn of de perceptie van NS. Ja. Maar goed, u zegt... Dan blijkt dat ze toch een beetje een ivoren toren daar hebben gezeten in Utrecht. U zegt ze hadden gewoon toch beter om zich heen moeten kijken. Ja, dit... Was het ook een bepaalde arrogantie dan van NS? Of hoe, Nou, in ieder geval onervarenheid met hoe dit soort besluitvorming in de Haagse politiek gaat. Dat is uw mening. Ja. Ik geef het woord aan de heer Elias. Even aansluitend bij het laatste wat u zei, vond u het onprofessioneel? Want dat proef ik er een beetje. Nou ja, in ieder geval misschien niet vanuit... laat ik zo zeggen, politiek gesproken was het onprofessioneel. Maar het waren ook geen politici natuurlijk, hè, die in die raad van commissaris zaten. Er waren allemaal mensen, mijn weten, toen de tijd, die wel allerlei ervaring in het bedrijfsleven hadden, maar niet
niet ooit in de regering hadden gezeten of in een ambtelijke organisatie hadden gefunctioneerd. Nu terugkijkend stijgt zelfs uit de dossiers een geur op van, ja, wederzijds wantrouwen is misschien te hard, maar de verhoudingen waren behoorlijk verstoord. Kunt u dat bevestigen? Ja, ja, dat denk ik. Nou, in ieder geval van de kant van de NS was, in ieder geval de Raad van Commissarissen was echt onthutst. En wij waren ook onthutst dat als je een uitvraag doet, dat je vervolgens een aanbod krijgt wat niks met de uitvraag te maken. U vond hen arrogant? Ja, arrogant. Ik weet niet. Ik weet niet of dat per se de goede uitdrukking is. Ik zou kunnen zeggen wereldvreemd. Althans, de Haagse wereld vreemd. Vonden ze u arrogant en de echte wereld vreemd? Oh, dat zou best kunnen. Dat weet ik niet. Heeft u wel eens gesproken? Nee. Nee. Wij zijn, wij komen aan bij de situatie nu. Dat dus dat bod is afgewezen, omdat het in uw visie niet voldeed aan wat er gevraagd was. Dat ze nog een laatste kans hadden gekregen, ja. Die ze niet hadden benut in uw ogen. En wat niet een echte kans was in hun ogen. Dus daar gaan die beelden al sterk uit elkaar lopen. En dan neemt het kabinet eind november 1999 het besluit, we gaan dus aanbesteden. Openbaar worden aanbesteden. Formele stappen voor gezet. Eerste invitation gaat de deur uit aan degene die zich al geregistreerd hadden. En dan ineens, in het voorjaar, wordt er bij Verkeer en Waterstaat in samenwerking met NS en de partners koortsachtig gewerkt aan het plan met die oranje combinatie. Dus NS en KLM en Schiphol. Ja. Wanneer hoorde u daarvan? Nou, dat weet ik precies. Dat is op 4 of 5 april geweest. Want ik heb een notitie in mijn geheugen van 4 april. Die zegt de minister Netelbos wil u bellen. Want we hebben op 7 april komt dan de aanbesteding in het kabinet. En die wil u daar nog van tevoren over bellen. En er werden mij twee mogelijkheden geschetst. Namelijk dat ze mij zou voorstellen dat we openbaar gaan aanbesteden. En ik kreeg dan het advies dat kunt u dan van harte mee instemmen. Of wellicht dat ze de NS nog een keer een kans wil geven. Maar van die oranje combinatie waren mijn ambtenaren volstrekt niet op de hoogte en ik ook niet. Ik kreeg in dat telefoontje, wat op 4 of 5 april is geweest, kreeg ik voor het eerst te horen dat er sprake was van die oranje combinatie. Hoe reageerde u? Wat zei u terug? Ik vond dat verbazingwekkend. Niet zozeer dat die combinatie was, maar die kunnen gewoon ook meebieden in het openbare aanbestedingstraject wat we in gang hadden gezet. En ja, je wekt ook verwachtingen richting de markt. Ook als overheid moet je een betrouwbare partner zijn. Dus je zegt, we gaan openbaar aanbesteden. En er zijn allerlei bedrijven die zich daarop aan het oriënteren zijn. Dan ga je dat niet zonder enige aanleiding terugdraaien. Het was me ook volstrekt onduidelijk waarom het besluit wat we eerder hadden genomen van we gaan openbaar aanbesteden, nu plotseling niet openbaar aanbesteden zou moeten worden. Want ook deze combinatie kon natuurlijk gewoon meedingen. En wat zei u tegen minister Netelbos over het feit dat u dat zo kort voor de ministerraad te horen kreeg, terwijl er al maanden aan gewerkt was? Dat wist ik niet. Dus en wanneer hoorde u dat er gewoon een heel serieus ondernemingsplan gemaakt met de handtekeningen van Schiphol en KLM en de NS erop? Nou, ik moet zeggen, de gang van zaken rond die oranje combinatie en de voorbereidingen daarvan heb ik vooral uit het boek De Ontsporing is tot mij gekomen. Hoe precies die voorbereiding van dat bod van die oranje combinatie was geweest en of er ook contacten waren geweest met het ministerie of met de projectgroep, dat was mij allemaal onbekend. We gaan dat straks bijna op datum langslopen. Maar toch nog even in dit stadium de vraag. Op enig moment kwam u daar wel achter. Dat daar dus vanaf januari al maanden aan was gewerkt. En ook in nauwe samenspraak tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de NS. Wat vond u daarvan? Nou, het is op zijn minst onhandig om de minister van Financiën niet mee te nemen in zo'n proces. Op zijn minst onhandig. En op zijn meest? Ja. Ik vond het niet verstandig. En dat heeft u ook duidelijk gemaakt? Nee, ook omdat, ja, op een gegeven moment heb je in het kabinet besloten, we gaan openbaar aanbesteden. En dan, ja, om dan na enkele maanden te zeggen, nou, we gaan toch maar niet openbaar aanbesteden. We gaan toch weer ondershands, nadat de NS twee keer die kans had gehad, we gaan toch weer ondershands aan de slag. Ja, daar zie ik de ratio niet van.
Want zoals ik al zei, die combinatie had ook gewoon mee kunnen bieden in het openbare aanbestedingsproces. En dat hadden we in gang gezet, dus dat zou de voor de hand liggende weg geweest zijn. Vond u de gang van zaken politiek niet duidelijk of aanbestedingsrechtelijk niet duidelijk of nou, Europese mededingingsrechtelijk niet duidelijk of vooral allemaal? Bestuurlijk niet en ook niet als je het weer met één partij moet doen, dan heb je weer het ontbreken van het competitieelement. En dan kwam je eigenlijk in een soort herhaling van zetten terecht. Ik heb nooit begrepen waarom plotseling het openbare aanbestedingstraject moest worden gestaakt. Ten gunste van een onderhandse gunning, want daar kwam het dan op neer aan de oranje combinatie. Nog even los van de juridische kwetsbaarheid, was ik gewoon inhoudelijk, vond ik dat ook een slechte zaak. En dat is dus ook de reden dat wanneer minister Netelbos met het voorstel komt, de eerste keer... Ja. In de ministerraad op 7 april om te zeggen, we gaan stoppen met die openbare aanbesteding wat mij betreft. En we gaan dat gunnen aan de oranje combinatie. Dat u daar, laat ik het objectief vragen, enigszins tegen in verweer komt. Daar was ik fel op tegen, ja. Ja. Hoe liep dat? Nou, stevig. Tenminste, ik ga dan even af op alle onderstrepingen die ik in mijn ambtelijke notitie voor die vergadering van 7 april... Die zijn heel interessant. Die hoop ik nog een paar keer misschien nog even met u aan te kunnen stippen. Dus ik was daar wel redelijk upset over, ja. Ja. En u heeft toen ook bijval gekregen van andere ministers? Ja. Te weten? In ieder geval, maar dat blijkt ook uit een verslag van een vergadering... die op ministersniveau is geweest, in ieder geval van minister Brinkhorst, maar ook van minister Jortsma minister Borst, herinner ik me nog. Zei dat die iets minder uit, maar die was vicepremier, maar had op zich natuurlijk niet een echte dossierbelangstelling, maar meer vanuit de algemeen politieke invalshoek. Dus er waren nogal wat bezwaren tegen dit voorstel. Minister Vermeent ook op enig moment? Was hij al minister toen? Ja. Oké. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Tussenvraag, dat blijkt ons uit strikt vertrouwelijke interne stukken van de NS. Oh. Die meticuleus op de hoogte blijkt te zijn van wat er in de ministerraad is besproken. Wat vindt u daar eigenlijk van? Ja, bijzonder. Hoe kwamen ze aan die informatie? Nou, dat zal ongetwijfeld... na een ministerraad heeft de gemiddelde minister gewoon een stafoverleg met zijn ambtenaren. En dan doe je verslag van wat er gebeurd is. Zeker als het over een onderwerp gaat wat het ministerie betreft. Dus dan zijn er vrij veel ambtenaren worden dan bijgepraat. Maar dat is niet met het doel om dat ook buiten het ministerie te verspreiden. Nee, want we hebben het nu echt over een intern NS-stuk, ja. Waarin Jorritsma trekt fel van leer tegen Netelbos en dat soort dingen staan er allemaal in. Zulke slechte contracten hadden ze dus niet met het ministerie. Dat vermoedt u dat van Verkeer en Waterstaat moet zijn gekomen? Nou ja, zeker niet van Financiën. Maar ligt Verkeer en Waterstaat het meest voor de hand? Ja, lijkt mij wel. Goed. 7 april zegt het kabinet, ja. Of althans zeggen velen in het kabinet, dat moesten we maar niet doen. Dan wordt de besluitvorming vooruitgeschoven, zeg ik maar even huiselijk. Heeft u toen nog geprobeerd om invloed uit te oefenen via de minister-president? Om te zeggen, geachte collega, u ziet toch hoe de vlag ervoor hangt. Laten we daar nou niet te veel tijd aan verdoen en gewoon kijken wat de meerderheid wil in de ministerraad? Nou ja, ik zal mijn zegje in de ministerraad gezegd hebben. En ik had daar hele duidelijke, helder omlijnde opvattingen over. En wat ik weet is dat dit een aantal keren terug is gekomen. En dat uiteindelijk op 9 juni besloten is dat we openbaar gaan aanbesteden. Ja. Dus tot mijn genoegen. U heeft ook een aantal keren in die besprekingen gewezen op de juridische bezwaren die daartegen zouden bestaan. Ja, er zaten ook juridische risico's aan. De landsadvocaat heeft ook nagekeken. Ik herinner me dat onze permanente vertegenwoordiger in Brussel er ook nagekeken heeft. De latere minister Bot was toen permanente vertegenwoordiger. En waar leidde dat toe? Nou, dat in ieder geval...
tilde een andere zwaarder aan dan ik wellicht. Mijn hoofdpunt is steeds geweest, het is vanuit de overheidsfinanciën niet goed. En het is ook vanuit een bestuurlijke betrouwbaarheid niet goed. Even los van of je juridisch in staat bent om plotseling een proces weer te stoppen. Maar het is ook een honorering van slecht gedrag. Men moet gewoon meegaan in de procedure. Je gaat niet plotseling een procedure die je als kabinet hebt opgestart afbreken om één partij te begunstigen. Ja, ja, er wordt verschillend over gedacht. Ja. De heer Pans, secretaris-generaal of verkeer Waterstaat, verklaarde afgelopen maandag hier bij ons, maar eigenlijk, dat was toen ook zijn opvatting, dat blijkt ook uit de stukken, dat de landsadvocaat eigenlijk helemaal geen bezwaren zag, geen problemen zag. Er waren wel wat, je moest een bepaalde juridische hobbel nemen, maar het kon wel. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, kijk, er is verschil tussen, als je van meet af aan zegt, nou, we gaan hebben twee keuzemogelijkheden. We gaan ook maar aanbesteden of we gaan ondershands aanbesteden. Ik denk dat dan de positie dat je ook ondershands kan aanbesteden zeer verdedigbaar is. Iets anders is het als je al een besluit hebt genomen, we gaan openbaar aanbesteden en daar ook allerlei verwachtingen hebt gewekt, ook richting de markt, dan wordt het een stuk kwetsbaarder in dat stadium. Nog even de boel weer terugdraaien. Je mag ook uitgaan, ook als partij die kosten maakt en dat de uitspraken van de overheid betrouwbaar zijn. Ja. En dat verwachtingen die gewekt worden ook na worden gekomen. Dus dat maakt het wel kwetsbaar. Nogmaals, mijn hoofdpunt was dat ik gewoon inhoudelijk voorstander was van openbaar aanbesteden. En dat er ook geen enkel nieuw feit was, althans in mijn ogen, niet echt nieuw feit was die zou kunnen verantwoorden dat we na 3-4 maanden dat proces wat we hadden ingezet plotseling weer te stoppen. Weet u nog concreet wat de landsadvocaat adviseerde? Ja, ik heb dat ergens in mijn dossier zitten. Ja. Maar die zoals landsadvocaten dat doen, die adviseren niet echt. Die schetst een aantal pro's en cons en juridische argumenten. Maar in ieder geval staat vast dat de interpretatie van uw departement en van economische zaken in ieder geval afweken van hoe op Verkeer en Waterstaat met datzelfde advies ja. In de hand werd geopereerd. Wij achten het juridisch kwetsbaar. En nogmaals, als er dan vervolgens ook geen inhoudelijke argumentatie is om de openbare aanbestedingsprocedure te stoppen, ja, dan is dat een extra argument. De voorzitter heeft een tussenvraag. Ja, want ik zit goed te luisteren naar u. We weten, en dat hebben we de afgelopen dagen ook gehoord, dat de discussie veel ging over juridische argumentatie. Maar u voegt er vandaag één bij, waarin u aangeeft, het gaat ook over een betrouwbare overheid. Ja. Wat was nou voor u het belangrijkste? Was het nou de juridische argumentatie, wat de heer Elias in een ander debat heeft genoemd, een soort geitenpaadje wat je misschien zou kunnen bewandelen? Of hechtte u juist aan het idee, we zijn een betrouwbare overheid, we hebben een stap gezet en heb je die te volgen? Financieel bestuurlijk was voor mij het belangrijkste. Oké, okay. Ja. Okay, dank u wel. Ja. Dan gaan wij op weg naar de ministerraad van 14 april. En het is inderdaad aardig om die stukken uit die tijd te zien. Met in uw handschrift daar soms heel krachtige uitlatingen op. U wordt dan geadviseerd, hè, want zo gaat dat dan op zo'n departement. U krijgt een notitie of een memo of een nota mee in uw tas. En die leest u dan 's avonds en daar zet u in de kantlijn wat u ervan vindt. Dan is het voorstel dus aan de ministerraad om op 14 april opnieuw te gaan zeggen, we gaan stoppen met dat aanbesteden en door met die oranje combinatie. En dan staat er in hele grote, weet u nog wat er in vrij grote hanenpoten in de kantlijn stond? Helpt u me even? Terugfluiten. Dat herinnert u zich, nu ik dit weer vertel? Ja, dat zou best kunnen, dat soort opmerkingen maakte ik wel eens, ja. Ja. En is dat gebeurd? Ja, het is niet doorgegaan. Nou ja, ik weet niet wat ik precies daarmee bedoeld heb. Het kan ook zijn dat de minister eigenlijk zelf aan het kabinet dan terugfluiten was.
Maar in ieder geval... Het is volstrekt helder uit de context dat u vindt dat in feite de minister moet worden teruggefloten op deze gang van zaken. En dan dat is gebeurd. Komt het nog een keer terug in het kabinet op 28 april. En dan nog steeds... misschien kunt u het beter zelf vertellen. Nee, hoe ging dat toen? Want dat was een vrij cruciale fase. Het was een vrij moeizaam proces. De minister had natuurlijk... zat daar ook wel geharnast in. En had, zeker naar ik nu begrijp, had natuurlijk ook wel verwachtingen gewekt richting de oranje combinatie. Door de medewerking van haar ambtenaren ook aan dit plan. Dat was voor haar ook natuurlijk wel een lastige. Ja, aan de andere kant, de argumentatie werd door de meerderheid van het kabinet zodanig zwak gevonden dat wij er geen aanleiding in zagen om het proces van openbare aanbesteding te staken. Te meer omdat ook deze combinatie daar natuurlijk rustig aan mee kon doen. En vond u ook dat minister Nijtland-Bos dat fait accompli dan maar niet had moeten creëren van die oranje combinatie achter uw rug om? Ik denk dat zij achteraf dat ook, is mijn vermoeden, maar u spreekt haar nog. Ik denk niet dat ze dit nou als een van haar verstandigste acties heeft zal kwalificeren. Al is maar omdat het uiteindelijk mislukt is. Ja. Anderzijds vond de heer Timmer het een ingenieuze oplossing waarbij iedereen zonder al te veel gezichtsverlies weer door één deur verder zou kunnen. Ja. Dat zag u duidelijk niet zo. Nee. Want? Nou ja, nogmaals, je gaat niet, als je besloten hebt, we gaan openbaar aanbesteden, zomaar zo'n openbaar aanbestedingsproces stilzetten. Bovendien, als dit het voorstel van de oranje combinatie had gewoon mee kunnen dingen. En dus er was ook niet een noodzaak van, nou, als we dit nu niet doen, dan kan de NS niet meer meedoen. Of een combinatie met de NS. Nee. En dat is later ook gebleken. Voor ons goed begrip, want dit was natuurlijk niet het enige dat speelde in die ministerraad, in vergelijking met andere dingen. Hoe hoog speelde dit op in het kabinet? Nou, het heeft lang geduurd in ieder geval. Hè. Het is pas op 9 juni, als ik mijn dossier raadpleeg, dat er besloten is om openbaar aan te besteden. Het finale besluit is op 9 juni gevallen, dus daar hebben we toch 2 maanden over gedaan, wat wel redelijk lang is. Hè. En het is een aantal keren in de ministerraad terug geweest. Ja. Was u in beginsel bereid om eventueel af te zien van die openbare aanbesteding als er maar een deugdelijke motivering voor zou zijn? Vroeg ik mij nog even af. Ja, maar als een heel bijzondere argumentatie was geweest. Dat openbaar aanbesteden echt niet zou kunnen of dat dat juist juridisch heel kwetsbaar zou zijn geweest. Dan uiteraard, ik luister altijd wel naar goede argumenten, maar ik kan me geen goede argument herinneren. Maar u bent politicus, u wist natuurlijk ook dat de Tweede Kamer, het oranje gevoel, de NS van ons allemaal, de Tweede Kamer stond vrijwel in rechte lijn met mevrouw Nijtland-Bos opgesteld. Ja, ik had ook wel enig begrip wat dat betreft en ook wel enig empathie voor de positie van minister Nijtland-Bos. De Kamer was altijd, althans in die periode, er zijn ook wel eens andere periodes geweest, dat de Kamer juist vond dat we veel harder tegen de NS moesten optreden, maar dat was later. Maar de Kamer was op dat moment altijd zeer op de hand van de NS en had NS had ook hele goede contact met de Tweede Kamer en met woordvoerders. Dus dat maakt het voor haar wel moeilijk. Aan de andere kant, is ook de Kamer akkoord gegaan met het besluit van het kabinet. Hè. Dus de minister is niet heen gezonden nadat meegedeeld werd dat er openbaar zou worden aanbesteed. Nee. En nog even over dat feit van die samenwerking tussen Verkeer en Waterstaat en die oranje combinatie. U zegt, ik hoorde daar pas begin april van, terwijl het al een paar maanden liep. Nee, even ter correctie. Ik hoorde niet over die samenwerking. Ik hoorde dat er een oranje combinatie een bod ging doen. Zeker. Ik wist niet hoe Verkeer en Waterstaat zelf erbij betrokken was. Dat heb ik eigenlijk pas gelezen in het boek De Ontsporing. Ja. Maar in die aantekening van u schrijft u op een notitie van 6 april, als u dan op de hoogte bent gesteld. Dan krijgt u dus door uw ambtenaren aangereikt, er is door Verkeer en Waterstaat
door ambtelijk VNW contact geweest over het beginnen met die combinatie. Dat streept u dan door en in uw handschrift zegt u, nee, door de minister zelf. Dat had u inmiddels ontdekt. Dat blijkt uit die stukken. De minister zelf heeft contact gehad. Die heeft mij gebeld. Ja, maar minister Netelenbos had, zo wist u, contact gehad met Schiphol en de KLM over het beginnen met die oranje combinatie. En u schrijft dat, want u krijgt namelijk een nota waarin staat, er is ambtelijk samengewerkt bij dat bouwen van die, okay, van die oranje combinatie. En u zet dan in de kantlijn, niet door ambtelijk VNW, nee, u schrijft, door de minister van VNW is dat, okay, contact opgenomen. Nou, dan wist ik het blijkbaar toen al. Dat wist u dus, ja, dat, vandaar dat ik ja, nee, vraag. Dan... En dat alles komt er dan uiteindelijk op aan dat er op 28 april weer de boel vooruitgeschoven wordt. Weet u nog hoe dat ging? Nee. Minister Kok vatte samen en hoe ging dat? Nee, dat weet ik niet. Dat heb ik geen... 28 april 2000, hè, spreken, ja, we over. Nee, ik geloof niet dat ik daar iets over kan zeggen. Nee. Nou, het werd in ieder geval duidelijk dat minister Kok zei, we zien het punt van mevrouw Netelenbos, maar anderzijds moet er ook een besluit worden genomen dat politiek gedragen kan worden in de ministerraad. Ja. Toen is het nog een keer naar voren gehaald. Nou is ons gebleken dat in die tussentijd mevrouw Netelenbos nog een stevige poging heeft gedaan bij minister-president Kok om toch voor elkaar te krijgen dat haar lijn uiteindelijk gevolgd zou worden. Wist, ja, u daar iets van? Nee. Nee, maar vind ik ook niet abnormaal. Dat je nog eens een keer probeert bij de voorzitter van de ministerraad je positie te accentueren. En maar toen ik wist dat niet. Tenminste, ik heb daar geen aanwijzingen voor dat ik dat wist. Nee. Maar hoefde ik ook niet te weten. Toen is voor u op enig moment duidelijk geworden dat het toch anders ging lopen. Wanneer was dat? Nou, uiteindelijk op 9 juni. Bij de ministerraad. U hoorde daar niet vooraf van. Er staat mij niks van bij. Maar... U weet ook niet dat mevrouw Netelenbos op 7 juni contact met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen... Ja, dat heb ik wel in mijn stukken ergens gevonden, ja. En u vroeg zich niet af, hoe zou dat nu toch komen dat ineens... Nee, waarschijnlijk... Kijk, dat verzet weg is. Nee, er is een formeel besluit op 9 juni gevallen, maar dat is dan het formele besluit in de ministerraad. Waarschijnlijk is voordien al door minister Netelenbos geconcludeerd dat het de openbare aanbesteding zou moeten zijn. Maar u weet niet waarom zij ineens tot die conclusie is gekomen? Nou, ze zag aankomen, vermoed ik, dat het stopzetten van de openbare aanbestedingen niet zou halen in de ministerraad. Ja. Heeft zij in de ministerraad rechtstreeks of besmuikt met aftreden gedreigd? Staat mij niets van bij. U heeft ook niet gehoord dus van minister-president Kok, het gaat de goede kant op... Nou, hoe precies dat allemaal in die tussenliggende dagen is gelopen, dat zou fantaseren zijn. Dat moeten we zeker niet doen. Nee. We proberen het achter te halen, maar voor zover dat niet lukt, lukt het niet. Ja. In ieder geval staat voor ons uit het onderzoek staat feitelijk vast dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister-president. Ja. En dat heel kort daarop een gesprek plaatsgevonden heeft tussen minister van Verkeer en Waterstaat en de coalitiefracties. Dat goed verlopen is vanuit het perspectief dat je vindt dat die aanbesteding zou moeten doorgaan. En dat dan op 9 juni in de ministerraad uiteindelijke besluitvorming. Dat staat ook in een notitie die ik gekregen heb op 6 juni van mijn ambtenaar. Dat aangekondigd wordt dat, of 8 juni, dat minister Netelenbos haar besluit gaat uitdelen in de ministerraad. En dat ze inmiddels goed contact heeft gehad met fractievoorzitters. Ik vermoed dat de coalitiefractievoorzitters zijn. Collega Van Gerven heeft, we zijn bij 7 juni, tot nu toe nog een paar vragen. Ja, meneer Salm, ik wil eigenlijk even nog het... oranje combinatie voorstel. Heeft u dat concreet onder ogen gekregen?
Niet dus was u bekend met, het, laten we zeggen, de concrete inhoud van het voorstel? Ja, ik weet niet, ik geloof dat daar ook dat bod van 100 miljoen in zat. Ja. En dat het verder wel voldeed aan de specificaties. Maar er is op zich geen aanleiding om te zeggen, nu gaan we niet meer openbaar aanbesteden. Maar u hebt, laten we zeggen, bij de bespreking in de ministerraad, er lag eigenlijk een concreet voorstel van we 100 miljoen, nog meer? Nee, maar of het voorstel, ik neem aan dat het voorstel zal hebben voldaan aan de eisen die er gesteld waren, omdat die waren bekend. Dat is iets anders dan, het is niet zozeer dat het bod afgewezen werd. Wat afgewezen werd, is het stopzetten van de aangekondigde openbare aanbesteding. Ja, nee, dat was uw punt. Maar mijn concrete vraag was, die 100 miljoen was u bekend van dat bod van de oranje combinatie? Ja, en die 100 miljoen is later ook als bedrag gezet voor degene die in de openbare procedure meededen. Ja, 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 in de volgende, in de openbare aanbesteding dus, is dat teruggekomen. Dus dat had voor mij niet een breekpunt geweest, op zich, die 100 miljoen. Nee, want dat voldeed aan wat... Daar waren we steeds van uitgaan dat dat het bedrag ongeveer zou moeten zijn. Maar u zegt, ik heb dat concrete bod, dat hebben we in ieder geval in de ministerraad. De resultaten daarvan hebben we onder ogen gezien. Ja, maar er is over gesproken. Ja, maar was dus niet het vraagstuk wat voorlag. Het vraagstuk wat voorlag, stoppen wij met de openbare aanbestedingsprocedure, ja of nee? En daar was mijn antwoord op, we stoppen daar niet mee. Nog even over het proces, hè, van, want het ministerie van Verkeer en Waterstaat is, er wordt dus koortsachtig gewerkt, zeg maar, op een bepaald niveau aan die oranje combinatie. En er wordt veelvuldig advies ingewonnen en overlegd, zeg maar, tussen de betrokken departementen, Verkeer en Waterstaat, Financiën, Algemene Zaken, Economische Zaken, hè, die hebben er allemaal mee van doen. Had u nou het gevoel dat u en uw collega-ministers steeds alle informatie kregen van Verkeer en Waterstaat? Nou, zeker niet in die voorbereidende periode. Hè. Want het kwam voor mij echt uit de lucht vallen, die oranje combinatie. Op 4 of 5 april. Dus in die zin, daar was ik niet over. Ik was niet op de hoogte van al die voorbereidingen. U was niet op de hoogte en was ook het ministerie van Financiën niet op de hoogte? Nee, dat bleek uit die notitie. Omdat ze eigenlijk helemaal niet wisten wat de minister met mij ging bespreken. Goed. En tijdens dat telefoontje bleek dat er een oranje combinatie was. Dus zeg maar in ieder geval tot 4, 5 april 2000 was het ministerie van Financiën, had daar geen enkele weet van. Nee. In dit dossier trok u samen op met collega Jorritsma, de voorganger van minister Netenhof. Zij had denk ik gelijkluidende standpunten, maar dan bent u niet gewend om in een liberale fractie of in een liberale groep te opereren. Maar je wisselt wel eens wat uit, maar er wordt bijna nooit iets afgesproken of afgestemd. Iedereen gaat gewoon zijn eigen gang en je hoopt maar dat het goed afloopt. Dus zij had gewoon haar eigen standpunt, ik had mijn eigen standpunt en dat convergeerde wel aardig. Ja. Maar er was niet een soort afspraak van dan ga jij dit zeggen of jij gaat dat doen. Dat soort dingen deden wij nooit. Maar er zijn wel stukken waaruit blijkt dat er toch wel een zekere afstemming is van Er zal in een bewindsliedenoverleg natuurlijk wel over gesproken zijn. Nee, maar in de voorbereiding, zeg maar. Ja, maar dat ging ook vaak via bewindslieden overleggen. Iedere week vergaderen de bewindslieden voorafgaand aan de ministerraad. Dus dan weet je wel van elkaar wat je zo ongeveer vindt en wat je kan verwachten van je collega's qua opstelling. Ja, dus u zegt, dan is dat op die wijze gebeurd. In dat is mijn vermoeden. Ik voelde mij ook... ik ging ook wel eens in de slag met VVD-collega's... Ik herinner me een van de eerste ministerraden uit mijn carrière dat ik nogal fors in aanvaring kwam met de minister van Landbouw. En die was van de VVD en dat ze toen bij de Partij van de Arbeid zeiden van hebben die iets met elkaar of zo, tegen elkaar? Ja, ik zeg ja, dat is gewoon mijn functionele rol als minister van Financiën. En daar maak ik geen onderscheid in de politieke kleur van de collega's. Ja, in mei 2000, hè, dat u noemde dat er even, hebben de... Het is al even aan de orde geweest, de secretarissen-generaal van VNW, Financiën, EZ en Algemene Zaken, die gaan advies inwinnen in Brussel.
over de mening van de Europese Commissie bij de heren Bot en Post. En we zien dat er dus verschil van interpretatie is tussen verkeer en waterstaat enerzijds en anderzijds met van financiën. En volgens verkeer en waterstaat zou Brussel eigenlijk, u zegt nou ja, het kan, laat ik het zo maar, zou niet zoveel problemen maken en de andere departementen dachten daar anders over. Ja. Kunt u dat eens toelichten? Nou ja, dat was voor mij, was voor mij niet de meest relevante overweging, zoals ik al eerder zei. Die hele juridische kant. Meneer Zalm, als ik u mag onderbreken, dat is, punt heeft u duidelijk gemaakt. Maar het gaat ons natuurlijk over de juridische weging van hoe u dat beoordeelt. Kijk, het was voor u niet het bepalende. Dat heeft u aangegeven, zegt. Ja. Het ging mij meer om betrouwbare overheid, openbare aanbesteding is het meest effectieve middel. En we moeten niet halverwege iets anders gaan doen. Maar het gaat mij over de juridische kansen. Hoe was de balans? Nou ja, laat ik zeggen, het was nog weer eens een bijkomend risico. Wat mij alleen maar eerder sterkte. Dus even los van wie nou precies gelijk had. Want die verschillende interpretaties zijn er blijkbaar geweest. Maar het was in ieder geval niet zo clear-cut dat iedereen daar precies hetzelfde over dacht. Dus dat was een bijkomend risico op zijn minst. Terwijl het voortzetten van de aanbestedingsprocedure geen juridische risico's met zich meebracht. Ja. Was er nou sprake van wensdenken bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat? Ik zou het niet durven zeggen. Juristen kunnen, net als economen trouwens, kunnen vaak over eenzelfde onderwerp toch heel verschillende opvattingen hebben en interpretaties hebben. Ja. Maar voor mij was dat alleen maar een bijkomend argument en een extra risico. Eerder mijn standpunt bevestigde, om het zo maar te zeggen. Ja. En als je nou kijkt naar de, toch even naar de motieven nog van minister Netelenbos om die oranje combinatie, hè, om dat toch nog weer op de, ja, ook op de agenda van de ministerraad te brengen en daarvoor te gaan, voor die onderhandse gunning. Wat was nou haar motivatie om dat, ja, laten we zeggen, voor de derde maal dan te doen? Ja, nou, dat is uiteraard een vraag die alleen minister Netelenbos goed kan beantwoorden. Wat wellicht meegespeeld heeft, maar goed, ik treed nu al een beetje in haar schoenen. Is natuurlijk ook wel de opstelling van de Tweede Kamer, hè, die dat toch wel mooi zou vinden. En zeker als je het ook nog oranje combinatie, hè, dat doet alle harten sneller kloppen. Dat zal wellicht ook mee een rol gespeeld hebben. Ja, en u zegt, maar zijn ze ook bij u langs geweest, zeg maar, bij wijze van spreken de Tweede Kamer? Want men had wel een vermoeden wat uw standpunt was waarschijnlijk in dat dossier. Nee, daar kan ik mij niks van herinneren. Nee. Het was niet te doen gebruikelijk, hoor, dat Tweede Kamerleden mij aanspreken op een portefeuille die primair bij iemand anders zit. Ik bedoel, als minister van Financiën heb je natuurlijk met alle departementen te maken. Tot en met van gezondheidszorg, tot en met de aanschaffing van Apaches en de invoering van de euro heb je dan ook nog in die tijd. Dus ze hebben mij daar niet over benaderd. Lastig, bij mijn over weten. Lastig gevallen, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En omdat speelden er nog Europees rechtelijke motieven bij minister Netelenbos om het. Nou ja, misschien dat was meer een van. Zijn er Europees rechtelijke verhinderingen? Hè? Er waren in ieder geval geen Europees rechtelijke verhinderingen voor die openbare aanbesteding. Dus. Nee, dat begrijp ik. Maar er waren natuurlijk ook zeg maar andere landen die dat niet deden. Frankrijk en Duitsland, die zaten daar toch anders in. Ja, maar die hadden ook niks aan te besteden op dat moment. Nee, maar die hebben ook, laten we zeggen, in de Europese wetgeving zag je dat ze daar in ieder geval minder hard gingen dan Nederland wilde. Ja. Heeft dat nog een rol gespeeld of kunt u zich dat? Wellicht. Oké. Okay. Vond u de motieven van Verkeer en Waterstaat deugdelijk? Nee, niet gelet op de besluitvorming die we eerder genomen hadden. Nee. U zegt, dat hadden ze niet moeten doen. Nee. Vond u het handelen van Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos rechtmatig? Rechtmatig? Nou, hij was, ik vond hem kwetsbaar, bestuurlijk kwetsbaar. Het woord onrechtmatig heeft alweer een wat juridische
klank. Ik vond het onverstandig en bestuurlijk moeilijk te rechtvaardigen. Ik denk dat dat een kwalificatie is die ik graag voor mijn rekening zou willen nemen. Of het rechtmatig was, of het onrechtmatig zou zijn, durf ik niet te zeggen. Nee, dus samenvattend dit punt, bestuurlijk onverstandig, ja. Maar niet per se niet rechtmatig. Ja, dat oordeel dat vragen komt mij als eenvoudig econoom niet zo makkelijk toe. Goed, ik geef het woord weer aan de heer Elias. Eerst nog even, heel even, en als u dat mij niet kwalijk neemt, formuleer ik het een beetje huiselijk. Over dat u niet een 1-2'tje met uw VVD-collega Jorritsma van Economische Zaken op dit punt, op dit front zou ik bijna zeggen, heeft gevormd. We hebben een nota aan de minister van Economische Zaken waarin het gaat over de bezwaren die de landsadvocaat ziet tegen de door mevrouw Netelenbos gewenste route om te stoppen met de aanbesteding. Die schrijft in het advies aan haar. Wordt gezegd, vooral riskant als er in één keer wordt besloten om de aanbesteding te stoppen en de onderhandelingen met het NS-consortium te beginnen en zo nog een paar dingen. En daar staat in handschrift ook weer wat bij, namelijk van die ambtenaar aan minister Jorritsma. Wij worden geacht dit niet te hebben via MVF. Dus gewoon vragen, wat zegt de landsadvocaat? Wie is MVF? Ministerie van Financiën. Oh, ik dacht de minister van Financiën. Nee, de ambtenaren hebben wel goed contact met elkaar, ja. Oké, okay. Ja. Maar het is dus absoluut wel zo dat financiën hier, economische ja. zaken, lees ja. de minister van Financiën. Ik heb geen aanleiding om aan die aantekening te twijfelen. Nee. Ja, goed. Dus, dat is ook niet ongebruikelijk. Daar werd wel samen opgetrokken. Ja, de ministeries zitten natuurlijk vrij dicht bij elkaar hè, in termen van hun missie. Dus dat is in iedere combinatie, in ieder kabinet zo, dat financiën en economische zaken veel samen overleggen en optrekken. Omdat ze beide, Nederlandse economie en financiële degelijkheid, marktwerking, dat zijn allemaal thema's die bij beide departementen spelen. Er werd in ieder geval samen opgetrokken? Ja, dat verbaast mij niet, nee. Dan is dus op 9 juni 2000 het kabinetsbesluit genomen om die aanbesteding door te zetten. Maar er is nog besloten ook om daar geen rugbaarheid aan te geven. Voorafgaand aan de ministerraad waar definitief zal worden besloten op 16 juni 2000, vindt er eerst nog torentjesoverleg plaats. Ten eerste, wat is dat precies voor fenomeen en was u daarbij aanwezig? Er zijn twee soorten torentjesoverleg. Dat wordt al eens door elkaar gehaald. De locatie, het torentje, daar kan iedereen vergaderen, bij wijze van spreken. Er is ook een uitdrukking torentjesoverleg die doelt op het overleg tussen de premier en de vicepremiers en de fractievoorzitters van de steunende partijen. Daar hadden we in dit geval het laatste heeft plaatsgevonden op 14 juni. Dat was met fractievoorzitters. Daar zal ik ongetwijfeld niet bij zijn geweest. Maar u herinnert zich wel dat dat er zou zijn om voor te masseren dat... Nee, er staat niks over in mijn dossiers, maar is niet ongewoon. Is niet ongewoon. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen dat het zo gegaan is. Het was namelijk ook de reden waarom op 9 juni nog geen rugbaarheid zou worden gegeven. Want eerst moesten de coalitiefracties nog worden gemasseerd. Ja, maar daarvoor had minister Netelenbos, begreep ik uit weer een andere notitie en ook uit uw gegevens, had al een sonderingsronde langs fractievoorzitters gehouden. Ja, een eerste sondering. Dus dit was nog een tweede. Hè, waarschijnlijk hebben ze het ook in de fracties misschien nog even. Ja. Dus op 8 juni is mevrouw Netelenbos, we gaan spreken met de fractievoorzitters. Dus en daarna is er nog een soort, ja, moet ik dat noemen, formele vast, formeel torentje. Formeel informeel overleg, ja. Op 14 juni. En wellicht dat toen men ook wat, want zijn eerste contact, dan spreek je namens jezelf. Daarnaast sondeer je het dan nog eens bij je fractie. En dan heb je, voel je je gesteund of niet door ook je fractieleden. Ik denk dat dat de procedure is geweest. Dit wordt allemaal wel ook samengevat als achterkamertjesoverleg. Ja. En er waren natuurlijk coalitiefracties die dat helemaal niet zo'n goed idee vonden om toch door te gaan met die aanbesteding. Die zijn er toch mee akkoord gegaan. Weet u waarom? Omdat misschien er enig begrip was voor het kabinetsbesluit. Of continuering van een eerder kabinetsbesluit. Maar u zegt want nu daar dus had men natuurlijk als Kamer ook niet tegen geopponeerd. Maar u zegt nu dus dat die coalitiefracties naar uw
mening op inhoudelijke gronden accordeerde? Dat weet ik niet. Ik kan niet ik vind het al moeilijk om in het hoofd van een collega te kijken, maar in het hoofd van een politieke partij in de Tweede Kamer kijken is nog lastiger. Nou ja, je bent zelf fractievoorzitter geweest, dus. Ja, maar vind ik lastig. Ja. Wisten die fractievoorzitters dat er aanbestedingstechnisch een heel heikel pad genomen dreigde te worden als die aanbesteding stopgezet zou worden? Ik vermoed dat ze wel uitgelegd is. En was dat de reden waarom ze akkoord gingen? Ja, dat weet u niet. Nee, zeker? Weet ik echt niet. U was in ieder geval niet aanwezig. Nee, het blijkt nergens uit mijn aantekeningen en uit mijn stukken dat ik daarbij was. Kon u zich vinden in de marsroute die uiteindelijk toen, zoals de commissie denkt dat het gegaan is, maar dat leg ik u dus voor, in de marsroute die vanuit Algemene Zaken was voorgesteld, namelijk een actualisatie van de openbare aanbesteding en een aanscherping van de voorwaarden, zodat NS ook een goede uitgangspositie zou krijgen om die aanbesteding te winnen? Want dat zat er ook in. Nou ja, NS had sowieso natuurlijk een hele goede positie. Al is maar omdat ze al rijden in Nederland. En ook er een link is met de andere activiteiten van de NS in Nederland. Dus dat NS natuurlijk een uitstekende uitgangspositie heeft, dat leek me evident. Maar was het u duidelijk dat in die aanbesteding, die dan door zou gaan, de randvoorwaarden, zoals dat dan in politieke termen heet, zouden worden geactualiseerd, zodat de NS er gunstig voor stond als ze in die aanbesteding mee zou doen? Zeg maar niet. Is niet. Wat we in ieder geval niet hebben gedaan is bijvoorbeeld een eis opnemen die het de NS moeilijk zou hebben gemaakt. Zoals ervaring met het rijden van hoge snelheidstreinen en met het bestellen van hoge snelheidstreinen. Maar die voorwaarden is niet opgenomen. Oké, okay, u bent dus niet bekend met adviezen aan premier Kok waarin is gezegd de zaak wordt geactualiseerd zodanig dat de NS in goede positie wordt gebracht. En het moet de Tweede Kamer uit te leggen zijn dat als ze het dan nog niet kunnen, dat ze het dan ook niet verdienen om die kans te krijgen. U zegt het. Bent u niet mee bekend? Nee. Dat is niet een argument geweest dat in de ministerraad heeft gespeeld? Nee, is wel niet bij mij weten. Dat is niet langsgekomen. Dan denk ik dat ik de vragen over de ministerraad gesteld heb. Collega Vergaaf. Ja, ik wil nog even stilstaan op dat laatste punt van of, laten we zeggen, op enige wijze NS comfort is geboden, zeg maar, in het vaststellen van de voorwaarden voor de tender. Is wel in de ministerraad toch de conclusie getrokken, nou, als we dat zo doen, dat dan NS een uitstekende kans heeft om te winnen? In algemene zin wel, maar er is niet over alle tendervoorwaarden, is nooit in de ministerraad gesproken. Daar hadden we een aparte organisatie voor, die projectorganisatie, en we hadden ook een tenderboard. En dat was niet iets waar ministers zich mee bezig hielden. Ik heb mij nooit dat soort zaken, wat dat betreft was het in de ministerraad toch veel meer op hoofdlijnen. Dat is hoofdlijnen, maar was er wel een soort algemeen gevoel van het moet wel gek lopen als NS dat niet gaat winnen? Ja, dat, ik denk dat NS de uitgesproken kanshebber was, ja. Daar ging ik ook wel van. Daar ging u zelf ook vanuit? Ja. Verbaasd. Oké, dan de afgelopen dagen, hè, verhoren zijn gestart, heeft u gemerkt. Ja. En er is eigenlijk hier steeds gezegd, of door een aantal, dat die openbare aanbestedingen, dat is gewoon een idioot idee. Dat heeft u gehoord? Ja, nou, dat en, vind ik dus niet. U was juist een groot voorstander van die aanbestedingen. Wat is uw reactie op die eerdere uitlating? Nou ja, ik hoop dat betrokkenen als hun huis laten schilderen niet volstaan met één prijsopgave van één schilder die nu al weet dat hij het krijgt. Ja. Dat is mijn reactie. Maar de heer Timmer zei, want om nog één persoon te noemen, dat het eigenlijk niet kon, zeg maar, gezien dat Nederland een klein land is, het spoor te klein. Nou ja, het kon natuurlijk heel goed, want er was een hele aparte lijn voor. Hè? Dus het was redelijk af te zonderen ook. Het is niet zo dat er over allerlei bestaande lijnen moest worden gereden. Er was een aparte infrastructuur aangelegd om die hoge snelheidslijn te rijden.
Dus dan kan je ook heel gemakkelijk een bieding vragen op van wie wil daar de exploitatie van doen. Dus dat was vrij overzichtelijk. Ja, dus u zegt de heer Timmer heeft daar geen punt. Nee, goed. Dat ben ik niet met hem eens. U bent het niet met hem eens. Dan gaan we naar het bod van NS. Ja. Dus in juni is besloten, we gaan openbaar aanbesteden. Dat start en dat resulteert in mei 2001 in een drietal biedingen, waaronder dat van NS. En wat dacht u toen u de hoogte van dat bod vernam? En ook in relatie tot andere biedingen en eerdere biedingen die zijn geweest? Ja, nou, ik kreeg eerst een abstracto te horen dat er drie biedingen waren, waarvan er één met kop en schouders bovenuit stak, zonder dat mij genoemd werd wie dat was en hoe precies dat bod was. Er is mij wel aangeraden van, wij moeten hier, en ook, ik denk mijn ambtenaren toen ook niet wisten wie dan de verschillende biedingen hadden gedaan. En toen werd wel gezegd, we hebben een eerdere ervaring gehad met iemand die dan een heel mooi bod doet en dan vervolgens exclusieve onderhandelingen begint. En die dan alles zo naar beneden praat dat er van het bod niks overblijft. Nou, dat kom ik in mijn huidige activiteiten ook wel eens tegen. Dus wat je dan in ieder geval voor moet zorgen is dat er ook nog een tweede partij in ieder geval in de wacht zit. Die je niet helemaal overlevert aan de gesprekken met die ene partij. Want ja, even dat de tweede partij die in de wacht ging. Ja. Dan zijn we natuurlijk alweer een stapje verder. Nee, het ging mij eerst even over de. We komen er dadelijk op over de kleuring van dat bod van NS. Toen ik hoorde 178 miljoen, toen dacht ik van jongen. Ze moeten wel of erg goed zijn. Maar het is wel veel geld. Want er was bij het uitbrengen van de gegevens richting de biedende bedrijven, was er gezegd van we gaan ervan uit dat het tenminste 100 miljoen per jaar aan gebruiksvergoeding wordt betaald. Dat was de range ook waaraan u dacht? Ja, ik denk ja, 100, misschien 110, maar 178 vond ik erg veel. Veel. Vonden we het idioot? Nee, want ik weet niet wat de NS weet. Die hebben natuurlijk veel meer verstand van het runnen van een spoorlijn dan consultants die sommen maken. Maar de sommen die wij vanuit allerlei hoeken en gaten hadden gehad, was dat 100 miljoen alleszins haalbaar zou moeten zijn. En blijkbaar achter de NS een veel aanzienlijk hoger bedrag mogelijk. Ja. Uiteindelijk is het ook nog, zoals u weet, in twee stappen omlaag gegaan naar 148. Het is lager geworden, maar goed, u zei tjonge. Ja. Wel een hoog bod. Ja. Maar u moet wel een champagnefles ontkurkt hebben als minister van Financiën. Nou ja, en als minister van Verkeer en Waterstaat ook natuurlijk, want de middelen komen binnen bij Verkeer en Waterstaat. Maar even als minister van Financiën. Ik vond het mooi, ja. U vond, ja. Denk, nou, dat is een mooie meevaller. Dat we, want dat, ja, dat is goed voor de, voor de schatkist. Zo beleeft u dat in de eerste aanleg. Ontstond er ook op een gegeven moment enige twijfel over het bod, over de hoogte? Of ja. Is dat een beetje langs u heen gegaan? Nee, men kwam al vrij snel vertellen dat men, ik weet niet precies wanneer dat was, maar toch al, nou ja, toen hebben we, maar dan loop ik vooruit op de poging om via de tariefrestrictie nog naar 101 miljoen te komen. Ook wel toevallig. Dat maar precies even, wie was men? De NS. Nee, maar ik hoor al vrij snel dat, dat men toch wilde terug onderhandelen. Nou ja, die tariefrestrictie kwam vrij snel op tafel vanuit de NS. Hè? Dat het wat men in het contract had bedongen. Namelijk dat als er een tariefrestrictie zou worden toegepast ter hoogte van 125% van de gewone NS-tarieven, dat men dan 47 miljoen kon afboeken op de bijdrage. En dat duidde natuurlijk wel op dat men misschien inmiddels zelf ook wat twijfels had over de omvang van het bod wat men gedaan had. Ja, ja. En bij die, en dan zitten we in de tweede fase hè, om te komen tot een concessieovereenkomst. Daar bent u of het ministerie wel intensief bij betrokken geweest? Bij de discussie rond de tariefrestrictie zeker, ja. Zeker. Althans.
En ook van meet af aan? Nee, want kwam op een vrij laat moment kwam dat in het contract. Want wij waren daar tegen. We wilden geen tariefrestrictie. Ik bedoel, je moet dan ook als ondernemer de vrijheid hebben om... als je een bedrag geboden hebt, om ook je eigen prijs... We parkeren hem even. Ja. Daar komen we nog wel op terug. Maar u zegt van, dat kwam pas aan het eind weer op mijn bord, die tariefrestrictie. Maar had u... want er werd natuurlijk al, laten we zeggen, in de maanden voorafgaand... want er is 5 december 2001 getekend. In de maanden voorafgaand werd natuurlijk onderhandeld over die... Ja, om de definitieve vormgeving van de concessieovereenkomst. Ja. Daar was het ministerie van Financiën... Ja. Nee, daar waren we bij betrokken. Er is toen die 18 miljoen afgegaan vanwege het overnemen van een risico door de NS... rond gesprekken die moesten worden gevoerd met de NMBS en de SNCF. En daarna is er nog 12 miljoen afgegaan, met name vanwege het feit dat... er een grotere achtergesteld vermogen door de NS-KLM zou worden ingebracht. Ja. Zodat het garantievermogen niet 140, maar 240 miljoen zou zijn. En daar is ook nog eens een keer 12 miljoen korting op de bijdrage, vervoersbijdrage gerealiseerd. En u zegt, nou, dat soort elementen, dat is, laten we zeggen, in de maanden augustus, september, oktober, november, afgestemd ook met het ministerie. Ja. Met uw ministerie. Even dat andere punt, wat u zojuist zei over het in de wachtkamer zetten. Want natuurlijk ook, er was eigenlijk maar één volwaardig bod. En toch werd een tweede partij, CGA Connection, werd in de wachtkamer gezet. Ja. Was u daarbij betrokken? Ik was daar voorstander van. Omdat je anders overgeleverd bent aan onderhandelingen met één partij die denkt van ja, ik kom gewoon terug op mijn bod en ik stel allerlei correcties nog voor. En dan eindig je uiteindelijk met niks. En dat is gedeeld in de ministerraad of besproken in de ministerraad? Ik heb daar, ik weet dat mijn ambtenaar, maar dat heb ik moet zeggen, dat heb ik uit het boekje. Die hebben daar ook contact over gehad met Verkeer en Waterstaat. Dat het gelet op de ervaringen die ze hadden met... biedingen die eerder waren geweest op van Getronics op een onderdeel ik denk toen nog de toenmalige defensie-automatiseringsorganisatie. Dat je dan in een positie kan komen dat je dus een aantal bieders hebt. Eén biedt heel hoog, vervolgens geef je die exclusiviteit en dan onderhandelen ze alles terug. En dan, dat is onprettig. En dan kom je in een soort dwangpositie, want al die anderen heb je al afgeschreven. Dus het is altijd prettig om nog... in ieder geval als middel in onderhandelingen ook te hebben, dat als ze het te bond maken, dat ze eerst een knock-out bid doen en vervolgens in onderhandelingen over allerlei praktische zaken allerlei onmogelijke eisen gaan stellen, dat je geen enkele terugval meer hebt. Dus ik was er groot voorstander van om nog een tweede partij achter de hand te hebben. Nou ja, was dat uw idee? Of het mijn persoonlijke idee was, weet ik niet. Maar kwam wel van het ministerie, ja. Van het ministerie van Financiën? Ja, en ik steunde dat van haar. Die zegt van, maar ik vroeg van wie was het idee? Nee, staatsrechtelijk vermoed ik dat het mijn idee was. Staatsrechtelijk vermoed u? maar in werkelijkheid was het uw idee of van uw ministerie om een tweede partij in de wachtkamer te zetten? Ja, ik geloof ook niet dat daar de projectorganisatie anders over dacht. Maar ik ben even aan het vragen. Kwam, het stond onmiddellijk in een van de notities die ik van mijn ambtenaar kreeg. Dat we er voorzichtig mee moesten zijn. Nu exclusief alleen met die ene partij door te gaan. En dat verstandig was om... Maar het primaire idee kwam van het ministerie van Financiën. Ja, dat is mijn vermoeden. Voor zover ik dat kan nagaan. Laten we zeggen, de projectorganisatie van Verkeer en Waterstaat die dat moest uitwerken. Die begreep dat. Ja. En die was er ook voor. Is dat ook in de ministerraad zo besproken? Durf ik niet te zeggen. Weet u niet. Of dat traject nog in de ministerraad... Ik denk eigenlijk niet. Dit was niet dit is meer een praktische uitvoering. Meer uitwerkingsniveau. Die niet de ministerraad behoeft. Goed. Ik ga even een stukje verder. December 2005. Toen heeft een van uw ambtenaren een analyse gemaakt van het dossier van... hoge snelheidslijn en de HSA. En er wordt opgemerkt dat alle betrokken, dus inclusief het ministerie van Financiën, toch het bod wel erg hoog vonden. Nee, dat u heeft er ook kleuring aangegeven. En dat het maar de vraag was of het bod reëel was op dat moment. Afwijzen dat het te hoog was, zou echter lastig zijn geweest. Ja.
Kunt u uitleggen waarom dat lastig zou zijn geweest? Nou, omdat je hier te maken hebt natuurlijk ook met de verantwoordelijkheidsverdeling zoals die gepast is. De NS koopt recht om die exploitatie te mogen doen. En daar hebben ze een bod voor. Dan kan je heel moeilijk zeggen dat het te hoog is. Ik bedoel, als je huis in de verkoop zet, is dat de bodemprijs 2 ton en iemand biedt 3 ton. Nou, dan is de verantwoordelijkheid voor het bieden van 3 ton van de koper van je huis. En als je maar zegt, er wordt dan natuurlijk wel gekeken of iemand ook 3 ton kan bieden. Ja, ja. Nou ja, dat was ook wel reden om het garantievermogen te verhogen. Wat zegt u? Dat was ook de reden om het gevraagde garantievermogen, wat aanvankelijk 40 miljoen eigen vermogen was, 100 miljoen achtergesteld, dan kwam nog eens een keer 100 miljoen bij. Om meerdere zekerheid te verschaffen, gelet op de hoogte van het bod. En daartegenover ging het bod dan ook omlaag. Dus dat vond u wel een goed idee? Dat met sneed aan 2 kanten. Ja, gaf ons meer zekerheid en voor de NS werd de exploitatiebijdrage lager. Ja. Dat gaf dat NS wat meer comfort? Nou ja, ze behoefde 12 miljoen per jaar minder te betalen daardoor. Ja, maar u had ook kunnen zeggen, ja, we doen niet 12, maar we doen het voor 5. Of zo vragen, die 12 miljoen, stond dat in verhouding tot die 100 miljoen extra. Ik denk 12% als kosten eigen vermogen is niet onredelijk. Onredelijk, goed. Nee. Er is ook nog een tweede stap geweest, die 18 miljoen. Zeg maar om de risico's met. Omdat er nog geen volledig duidelijke afspraken lagen met België en Frankrijk. Ja. Dat vond u ook een. Vond ik redelijk. Vond u ook redelijk? Had het ook te maken toch met een gevoel van. Ja, dat bot is toch wel. We helpen ze een beetje. Maakte mijn redelijkheidsgevoel misschien iets groter. Maar ik vond beide op zichzelf te argumenteren. Ja, u vond dat. Ja, dus daar was weinig discussie over. Ja. Goed, dus. Mag ik zeggen van gaandeweg, in de loop der maanden zegt van nou, het is een prachtig bod, maar we bieden ze enig comfort. En toen is het uitgekomen op 148. Ja, 0,4. Goed, nog even over die 200 miljoen. Het was eerst 100 miljoen. En dat was dan een performance bond, een nakomensgarantie. En later is dat dan geworden 200 miljoen en dan is het gewoon garantievermogen. Ja. Kunt u dat verschil uitleggen? Want het is uw vakgebied. Die performancebond heb ik me nooit zo in verdiept. Maar had ook wel het karakter van een achtergesteld vermogen. Dit was wat simpeler. Gewoon een garantie vanuit de twee moederbedrijven voor 200 miljoen. Dus dat maakt het allemaal iets eenvoudiger. En hoef je ook allemaal niet na te gaan zitten rekenen hoe het met de performance is. Nee, maar goed. Maar een nakomensgarantie is dat als het niet nakomen, kun je die 100 miljoen opeisen. Ja. Uiteindelijk is die 200 miljoen natuurlijk gezegd, ja, jullie moeten 200 miljoen opvoeren. Maar daar heb je dan geen grip meer op als overheid. Nee, maar dat vond ik niet zo erg. Ik wilde gewoon een behoorlijk garantievermogen hebben. Zodat ze ook verliezen die ze eventueel zouden draaien, daar voorlopig ook op konden afwentelen. Ja, ja. Goed, toch even afrondend op dit punt. Had dat bod toch vanwege de mogelijke financiële onhaalbaarheid niet afgewezen moeten worden? Nee. Nee, misschien dat je kan zeggen, NS had het niet moeten doen. Maar dat is weer wat anders dan dat we op grond daarvan een bod kunnen afwijzen. Nee. Nee, maar u moet natuurlijk wel beoordelen of een bod, zeg maar, reëel is. Hè? Of dat uitvoerbaar is. Toch blijkbaar had NS optimistischer ideeën over de exploitatie dan tot nu toe door de rekenaars er was geweest. En ja, zij kennen die business. Dus je mag ervan uitgaan dat ze verantwoord bod uitbrengen. En dan is er een soort, kijk, ze miljard hadden geboden, hadden natuurlijk, dan had je kunnen zeggen, dat kan natuurlijk niet, maar dit is nog wel in de range. Ja, het is een hoog bod, maar je kan niet zeggen dat het volstrekt onmogelijk is. Ja. Dan heb je toch wel een zware bewijslast. Goed. Dan nog even over die analyse van 2005.
Daar wordt ook opgemerkt, als we kijken naar over de onderhandelingen, er wordt gekeken naar wat de heer Korf, de projectorganisatie, de mensen van de heer Korf hebben gedaan. En daar wordt gerept van een black box. En dat onder tijdsdruk allerlei wijzigingen zijn aangebracht waarover niet goed is nagedacht en niet goed is afgestemd. Die niet goed waren afgestemd. Zegt u dat iets? Nee, dan gaan we nog geen licht branden. Ik weet niet of u bepaalde notitie voor ogen. Wat er in 2005 speelde, volgens mij vooral het verzoek. Ik stel voor dat we daar zo dadelijk nog even op terugkomen. Maar het ging over de periode 2005 en dat was even een terugkijken naar wat er in 2001 gebeurd is, ja. Zeg maar op dat vlak. Dus ik geef even het woord aan de heer Elias. Ja. U zei, ik vond het een mooi bod, die 178 miljoen van de NS. Maar er waren 14 partijen uitgenodigd. Er viel er eentje af, want die voldeed niet aan de voorwaarden. Eentje bood 61 miljoen en dan had je nog de vaste huisklant, die bood 178 miljoen. Er zijn mensen die zeggen dat bod was mislukt. Dat die hele aanbesteding was mislukt. Het stelde niks voor. Waarom hadden die mensen ongelijk in uw mening? Omdat we uiteindelijk het bod hebben uit onderhand op 148 miljoen na die correcties die we eerder bespraken. Dus die mensen hebben praktisch ongelijk gekregen. En een bieding waarin iemand in de wachtkamer wordt gezet met een beetje kunst en vliegwerk om nog een beetje marktspanning te creëren, dat is dan toch een goede procedure? Ja, dat werkt. Dus u kijkt daar totaal anders tegenaan? Ja. Prima gelukt, mooie aanbesteding. Ja. Het andere punt over die garantie en de continuïteit van dat bedrijf dat er dan zou gaan komen. Of dat dan genoeg zou zijn. Er waren al sommen, heeft meneer Van Krieken hier verteld afgelopen maandag. Die gewoon uitrekenen, ze gaan in 2011 failliet met zo'n geringe garantie. Wist u daarvan? Nou, op een later moment maar toen had er nog geen trein gereden. Kwam HSA wel met andere berekeningen. Die zeiden van ja, dit is toch wel erg moeilijk allemaal. Ja, dat is natuurlijk lastig. Nee, maar ik vroeg, er waren bij Verkeer en Waterstaat al ingehuurde consultants, van wie we er hier één langs hebben gehad, die verklaarden wij. Ik maakte sommen en daaruit was een reëel scenario dat de boel met zo'n gering garantiekapitaal al eerder failliet kon gaan. Ja, dat zou kunnen misschien. Je kan allerlei sommen maken die allemaal gebaseerd zijn op allerlei veronderstellingen. En het enige wat echt telt is als er treinen rijden en er opbrengsten komen. Dan kan je pas echt zien wat er gebeurt. Ik stel voor dat we 10 minuten schorsen. Ja. En daarna gaan we 1:05 weer verder. Okay. Bij deze geschorst.
Ik heropen het verhoor en vraag de griffier de getuigen weer op te halen. Meneer Zalm, we gaan verder met de tariefrestrictiebepaling die in de concessieovereenkomst is gekomen. En in die tariefrestrictiebepaling, dus het beperken van de tarieven voor de treinkaartjes, daar is opgenomen dat als de tarieven worden gemaximeerd tot maximaal 25%, dat dan NS 47 miljoen minder concessievergoeding hoeft te betalen. En uw reactie op die kanbepaling, zoals dat zo mooi heet, die is op een zacht gezegd weinig enthousiast. Toch? Ja. Ja. En is die eigenlijk tegen uw zin in dat contract terechtgekomen? Nou, hij kwam er in een heel laat stadium in tijdens de onderhandelingen. Ik was er geen voorstander van. Aan de andere kant zag ik ook wel voordelen daaraan, in die zin dat, en ik begreep ook wel een beetje, als ik probeerde te objectiveren, los even van wat NS ongetwijfeld ook dacht, nou ja, dat scheelt ons weer in de afdracht, als dat op die manier gaat, kon ik me ook wel iets bij voorstellen vanuit de NS zo van, ja, nu hebben wij een contract zonder tariefrestrictie. En vervolgens krijgen we de Tweede Kamer natuurlijk en die gaat dan toch een tariefrestrictie opleggen. En gaat ons dan geld kosten en dan kunnen we het ook niet meer betalen. En dan is het ook niet onverstandig om van tevoren, omdat je anders weer alle onderhandelingen helemaal opnieuw moet beginnen, om van tevoren te zeggen, nou als dit of dat gebeurt, dan heeft het het volgende effect op de afdracht. Dus ik kon er uiteindelijk wel mee leven, zei dat zowel minister Netelbos als ik van mening waren dat het ongewenst is om de tariefrestrictie toe te passen. Omdat je gewoon er is zoveel concurrentie met het bestaande spoor, met de auto, met de vliegtuigen, dat hier gewoon een marktprijs tot stand zal komen die ook niet echt sterk zal afwijken van de kosten van andere vervoersmogelijkheden. Tenzij de kwaliteit echt aanzienlijk beter is. Dus ik heb dat geaccepteerd, die tariefrestrictiebepaling. Maar die kon alleen door de staat worden ingeroepen. Ja, want u was daar geen voorstander van, toch? Nee, ik was tegen het toepassen van de tariefrestrictie. Maar ik ben wel akkoord gegaan met het opnemen van als het toch zou gebeuren, dat dan ook duidelijk was wat de financiële gevolgen zouden zijn. De heer Korf, de baas van de projectorganisatie, die heeft dat uitonderhandeld. Heeft hij buiten zijn mandaat gehandeld? Nee, uiteindelijk hebben wij het geaccordeerd. Het is teruggekomen bij ministers, dus je moet natuurlijk ook wel wat kunnen. Het was al duidelijk dat dit niet op initiatief van de staat of van Verkeer en Waterstaat kwam, maar vanuit de NS. Hè. Die wilde zo'n bepaling opnemen. Met als argument, waar ik wel enig begrip voor had, van als het straks over ons heen komt, dan willen we wel weten waar we aan toe zijn. Wat weer iets anders is dan dat je er ook actief voor gaat lobbyen dat het toegepast wordt. Dat vond ik wel weer vreemd. Dat vond u, maar er stond, het was opgenomen in het contract. Ja. En we hebben de heer Timmer gisteren gehoord en hebben dus van vernomen dat het eigenlijk altijd de bedoeling is geweest van NS, ja, zeg maar, om wel tot een tariefrestrictie te komen. En natuurlijk ook die 47 miljoen reductie van de vergoeding te verkrijgen. Ja. Heeft Korf zich dan in de luren laten leggen? Nee, ik kan misschien zelfs zeggen dat de NS verkeerde paard heeft gegokt. Want uiteindelijk is die tariefrestrictie er niet gekomen. Althans niet in de periode dat ik nog actief was in het Haagse. Men heeft daar extreem voor gelobbyd richting Tweede Kamer. Er is zelfs nog een brief geschreven door de HSA aan de Tweede Kamer, buiten het ministerie om. Ook wel een beetje bijzonder is. Er zijn toch weinig bedrijven die vragen, doe ons alsjeblieft een tariefrestrictie. Dat is toch wel bijzonder. Ik vond het ook eigenlijk niet erg loyaal.
Hè, het was als een soort vangnet van mocht de Tweede Kamer hè, dat per se willen. Ja, dan weten jullie van tevoren waar je dan financieel aan toe bent. Dat is toch weer wat anders dan dat je als organisatie nou actief gaat lobbyen daarvoor. Maar u zegt, u was van dat gelobby niet gediend? Nee. Nee, ik heb richting mijn ambtenaar toen geschreven, toen ik dat hoorde. Van deel ze maar eens mee dat ik niet hou van dit soort disloyaal of deloyaal gelobby. Gelobby, okay. Ja. Daar zat u scherp in. En heeft u nog met over die tariefrestrictie en die bepaling met minister Netelenbos gesproken? Ja, wij zijn beide daar op dezelfde lijn. Namelijk dat het niet nodig was om die in te roepen. Ja. En, ongewenst. Is het nou zo dat, laten we zeggen, want er zijn natuurlijk altijd twee fases. Dat, kijk, er wordt onderhandeld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Natuurlijk de heer Korf en de zijne. Dat er eerst met minister Netelenbos is overlegd, zeg maar, om over die kanbepaling. En dat toen zeg maar, het conceptcontract is opgesteld en dat men daarna pas bij u terecht kwam? Dat zou kunnen. Vind ik ook niet bezwaarlijk, zolang het maar bij mij komt. Ja, maar weet niet. U weet niet. Ik weet niet precies hoe het in het tijdsverloop is geweest. Of dat bij ons tegelijkertijd terecht is gekomen. Uiteindelijk heb ik hem ingestemd. Had ik wel enig begrip voor de redenering die erachter zat. Ja, maar het signaal was geen tariefrestrictie. Nee, dat was de inhoudelijke kant. Dat was helder. Dat... Maar mocht hij er toch komen, want ook als ministers zijn we ons wel bewust van de macht van de Kamer. Dan is het ook vanuit de staat prettig om van tevoren te weten wat het betekent voor de inkomstenkant van de begroting. En voor de NS prettig om te weten wat het voor hun afdracht betekent. Nou ja, maar dus ik vond dat... hoe kan het dan dat... Want u zegt, we zaten op één lijn, minister Netelenbos en ik. Dat dan toch, zeg maar, zij ook instemt met zo'n kanbepaling. Nou ja, dat is niet omdat je iets wilt. Het is een soort calamiteitenbepaling. Van mocht de Tweede Kamer ons dwingen, om dan even zo te zeggen, tot zo'n tariefrestrictie. Dat dan op voorhand duidelijk is wat de financiële effecten daarvan zijn. Maar dat wil niet zeggen dat wij waren beide tegen het doorvoeren van die tariefrestrictie. Er was geen enkel licht zeg maar, tussen het standpunt op dit punt, tussen Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Financiën. Bij mij weten niet. Nee, zat op één lijn. En heeft u nog, want u kent het fenomeen blauwe brieven, heeft u op dit vlak nog een blauwe brief besteed aan die tariefrestrictie? Ik dacht het niet. Ja. Niet dat u... Niet dat ik weet. Volgens mij was dat niet zo'n... Het was ook geen geschilpunt in mijn... ook niet volgens mijn dossier. Ja, kijk, we hebben in onze dossiers niet aangetroffen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat hij er niet is, hebben we gemerkt. Dus gisteren... Blauwe brieven zitten ook niet in mijn dossier, moet ik bekennen. Heeft u... minister Netelenbos überhaupt wel eens een keer een blauwe brief gestuurd? Voor de duidelijkheid, een blauwe brief is een soort... Persoonlijke brief. Persoonlijke brief van de ene minister aan de andere. Die je ook kan verscheuren. Die je kan verscheuren. Waarschijnlijk wel. Maar ik kan ook een roze flap. Ik had van die roze flappen, die ik ook wel eens schreef aan ministers... En er staat dan van de minister van Financiën aan. En het is een soort memo. Dus je hebt allerlei vormen van communicatie. Maar er staan mee geen... En een blauwe brief gebruik je ook niet om... als je echt een formeel soort actie wil doen, dan schrijf je een gewone brief. Het was ook niet mijn favoriete methode van communicatie. Het schrijven van blauwe brieven. Als u blauwe brieven schrijft, dan zit het wel heel erg hoog. Dan zijn het majeure kwesties. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik blauwe brieven aan... ik ken geen blauwe brieven in mijn dossier in ieder geval. Nee. Goed. De concessieovereenkomst is getekend. En daar zit dus die bepaling in. Ja. En dan spreekt u met minister Netelenbos af dat er... zeg maar, als het ondertekend is, dat er dan een brief gestuurd gaat worden. Waarin dan staat, een brief richting NS, van waarin dan staat... we gaan geen gebruik maken van die tariefrestrictiebepaling. Ja.
Dat is afgesproken met, ja, ook ambtelijk, zeg maar, tussen de beide ministeries, dat dat zo zal gebeuren. En die brief is eind april 2002 verstuurd. Waarom is hij pas zo laat verstuurd? Dat zou ik niet weten, maar zolang je niet het omgekeerde meedeelt, is de triefrestrictie er niet. We hebben wel steeds, net zoals van meet af aan duidelijk dat als een ontslag, dat wij niet die triefrestrictie zouden toepassen. Maar het lijkt mij een drieregelig briefje, wat zeg maar op 6 december of 7 december had kunnen worden verstuurd, 7 december 2001. Ja, misschien dat er overweging is geweest. Laten we ook even kijken hoe het in de Kamer, hoe het Kamerdebat verloopt. Dat zou kunnen. Ik kan het niet achterhalen waarom die brief op dat moment. Nee. Goed, maar het zou kunnen zijn dat men toch nog even heeft afgewacht of er in de Kamer nog iets ging gebeuren. En, kan ik mij zo voorstellen. Maar dat is een soort reconstructie achteraf. Hè? Maar u weet dat zelf. Nee. Ik heb daar geen kennis van. Uiteindelijk is pas de opvolger van de minister Netenbos, minister De Boer, die op 17 december 2002 aan HSAF NS laat weten dat die tariefrestrictiebepaling definitief niet wordt ingeroepen. Weet u waarom dat toen pas is gebeurd? Nou, omdat ondanks het feit dat bekend was bij NS dat wij niet de tariefrestrictie wilden toepassen, bleef men toch daarvoor lobbyen in allerlei vormen. In de hoop dat de Kamer zou ingrijpen, om het maar even zo te zeggen. En alsnog daarmee ook de bijdrage, vervoersbijdrage voor de NS zou verlagen. En toen zijn er ook Kamerdebatten geweest. En toen is er een motie verworpen, als ik mij goed herinner. Zei het kabinet dient te besluiten tot een triefrestrictie. En toen was het spel over eigenlijk. Ja, althans is toen in de ogen van de NS. Hè. Men had natuurlijk ook zich op van meet af aan bij het standpunt van ministers kunnen neerleggen. Namelijk dat de regering geen triefrestrictie wilde toepassen. Maar men heeft tot het uiterste gepoogd om alsnog via de Tweede Kamer de triefrestrictie effectief te laten worden. Maar er lag toch juist wel een motie van de Kamer in grote meerderheid, die in grote meerderheid pleitte voor tariefrestricties. Ja, maar die was niet zodanig geformuleerd. Want uiteindelijk is er een andere motie van de Kamer. Maak ik uit mijn dossiers op. Is ze gewoon verworpen. Die echt wat zegt u? Er was een andere motie? Een andere motie. Er waren twee artikelen, geloof ik, in die overeenkomst. De ene was die 125% en de andere was een wat algemenere formulering, hè, dat als er andersoortige tariefrestricties zouden komen, dat er dan opnieuw onderhandeld moet worden. Uiteindelijk is de motie die bepleitte die 125% van toepassing te verklaren, hè, is verworpen. Die heeft het niet gehaald. Die heeft het niet gehaald. Dus bij implicatie was er een meerderheid van de Kamer, steunde de regering op dit punt. Ja, en u zegt toen die discussie, zeg maar, in. Die heeft in 2002 toch nog een heel tijdje geduurd. Ja. Toen die discussie min of meer in het voordeel van het kabinet was beslecht. Toen is zeg maar definitief door minister De Boer gezegd van luister, we gaan dat niet doen, die tariefrestrictie bepalen. En daar heeft de Kamer zich bij neergelegd. Laat ik en daar heeft zeggen. De Kamer zich dan ook dit bij neergelegd. Is het nou zo dan? Goed, u was er geen voorstander van, maar stel dat hij wel was doorgevoerd. Was het dan de kans van slagen van zeg maar het hoge snelheidslijnproject hoger geweest en de HSA? Nee, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Er waren ook al wat becijferingen, studies gemaakt, dat waar zal het nou op uitkomen als je het gewoon bedrijfseconomisch optimaliseert. En dan kwam je niet eens zo ver van die 125 af. Dus het was meer toch een financieel issue vanuit NS dan dat het bijdroeg aan het slagen van het project, de tariefrestrictie. Maar dan kom ik toch nog even kort inhoudelijk terug op die tariefrestrictie.
Er was natuurlijk, kijk, als de tarieven heel erg omhoog gaan, u weet, dat leidt altijd tot commotie in de Kamer en vragen enzovoorts. Ja, ja. Had NS toch niet een punt als het gaat over het draagvlak om die tarieven zo omhoog te brengen, terwijl ze dat natuurlijk in dat gedaan hebben? Nou, kijk, het is altijd leuk om met hele lage tarieven te werken. Waar het hier ook om gaat, is dat we op zich niet vanuit de Rijksoverheid op uit zijn om vervoer te stimuleren. En wat voor vorm dan ook, of het nou per vliegtuig, auto of trein is. We proberen wel natuurlijk bepaalde vormen van vervoer die minder milieubelastend zijn te stimuleren. Nou, door de aanleg van de ASL, die zo'n 11 miljard euro heeft gekost, was dat natuurlijk al een aanzienlijke subsidiëring van dit type vervoer. Daarnaast moest je er ook, daar gaat het erom van als je dan die tarieven restricteert, wat voor effecten heeft dat dan ook op andere vervoersvormen, zoals het gewone railvervoer. En de conclusie uit de analyse destijds was dat het vooral zou betekenen dat mensen van het gewone spoor op de HSL over zouden stappen, maar niet zozeer dat mensen uit de auto werden gejaagd. Ik herinner me nog dat minister Netelbos, maar misschien dat dat... Maar dat was, even met permissie, maar dat was toch niet de bedoeling? De bedoeling was toch dat ze uit de auto, uit het vliegtuig. Ja, klopt. Vooral ook over de... Ja. En ik beluister u zo. En dan zegt u, het doel was eigenlijk niet om zoveel mogelijk reizigers te vervoeren over de HSL. Nee, ik heb nu even over wat zou het effect zijn geweest van een tariefrestrictie. En het effect van een tariefrestrictie zou het grootst zijn geweest op de substitutie van het bestaande spoor reizigers die dan op de HSL overgaan. Ja. En ja, dat is ook een beetje kannibaliseren van het bestaande spoor wat je dan doet. U zegt dan gaan ze van het... Maar ze komen niet uit de auto en het vliegtuig. Betrekkelijk weinig hebben geholpen om mensen uit de auto op de HSL te krijgen. Dat was de conclusie destijds uit de analyses die Verkeer en Waterstaat maakte. Dus dat ook dus de maatschappelijke meerwaarde, om het maar even zo te zeggen, was ook beperkt van de tariefrestrictie. Nog los van de gedachte dat ook bij vrije prijsvorming je wel in die buurt ongeveer zou uitkomen. Nou ja. Maar u zegt het verlagen van de tarieven, dat was wat u hoorde of waren wat op ministerieel niveau werd geconcludeerd, zou niet leiden tot zoveel meer reizigers. Niet, alleen voor het spoor als geheel. Maar alleen van het gewone spoor naar... Ja, dat zou het belangrijkste effect zijn. Dat zou volgens u het belangrijkste effect zijn. Ja. Goed, ik geef het woord aan de heer Elias. Eens even kijken. Wij zijn dan volgens mij aangekomen bij het kabinet Balkenende 2. En u wordt dan opnieuw beëdigd als minister van Financiën na een kortstondig fractievoorzitterschap onder Balkenende 1 van de VVD-fractie. Dat bent u dan een jaar. Daar zitten we dus in de zomer van 2004. En dan klopt NS-president-directeur Veenman in het gezelschap van minister Peijs bij u aan. En zij uiten aan u hun zorgen over de continuïteit van die HSA. We hebben al een paar keer gehoord. De High Speed Alliance, samenwerkingsverband van NS, Schiphol en KLM. Even kijken. Dan zit Schiphol er al niet mee in. Dan zit Schiphol er al niet mee in. KLM 10%, NS 90%. Het gaat niet goed. Krijgt om te vallen. Kwam die boodschap als een verrassing voor u? Nou, ik vond het in ieder geval een raar moment. Want er was natuurlijk nog, er was nog geen trein gereden. Men had weer nieuwe sommen gemaakt. Die nieuwe sommen waren sommerder dan de oude sommen. En ik vond het niet het moment om te zeggen van, dan gaan we plotseling de tarief of de afdracht heronderhandelen. Er is in het contract wel een mogelijkheid, hè, van als er zich calamiteiten voordoen, ik weet niet precies hoe de bepaling luidde, maar als zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, dan kan er ook weer heronderhandeld worden. Ja, maar even, kwam die boodschap dat ze in de problemen waren als een verrassing? Nou, ja, echt verrassend. Men had natuurlijk wel een heel hoog bod gedaan. Maar dat bod was prachtig, heeft u net zelf gezegd. Prachtig zeker, bod. Zeker, en daarom vond ik ook dat ze gewoon het bodgestand moeten doen. En dat ik had geen behoefte om eigenlijk via de achterdeur
een bod wat in concurrentie was gedaan, om dat bod te verlagen. Maar als blijkt dat een bod leidt tot het in financiële problemen komen van de dochter nog voordat er iets gebeurd is. Ja, maar dat bleek op dat moment niet. Het waren becijferingen van hun kant die overigens ook niet allemaal overlegd werden. Dus er was wat dat betreft ook niet een volledige open informatieverschaffing. En er was geen acute betalingsproblematiek bij de HSA. Ik proef nu al irritatie over de gang van zaken toen ik het nu weer terughaalt. Maar u was dus verrast. Nou, ik vond het, maar dan praat ik er even bestuurlijk. Ik vond bestuurlijk geen goed moment om te zeggen van nu komen we nog eens terug op dat contract, terwijl er eigenlijk verder niks gebeurd is behalve nieuwe becijferingen. Want die tariefrestrictie, daarnet uitgebreid besproken, ja. Dus het kaartje mag niet te duur worden en dan moet de staat maar een beetje helpen, want daar komt het toch op neer. Dat kwam weer op tafel. Nou, dat is niet eens op tafel geweest, omdat we gezegd hebben, moet je eens horen. En daar was ik het ook snel met minister Peijs eens in mijn herinnering. Van je kan er wel meer met allerlei nieuwe becijferingen komen, maar zorg dan eerst eens even dat die trein rijden. En dan kijken we eens hoe het feitelijk loopt. Hoeveel mensen gaan er met de trein mee? Wat voor opbrengsten genereert het? En kom je dan in problemen? Dan kunnen wij vanuit de staat ook besluiten dat we gaan heronderhandelen. Hè? Want zo'n clausule was er in dat contract. Maar ook ten opzichte van de andere bieders destijds kan je het niet maken om eerst officieel zeg maar een contract te sluiten voor 148 miljoen afdracht. Om dan vervolgens, terwijl er nog helemaal niks gebeurd is, eenzijdig dat te gaan verlagen. Ja, kort en goed, uw oordeel luidde. En u had minister Peijs aan uw zijde. Prematuur. Prematuur. Ja. En u had minister Peijs aan uw zijde. Ja. Je kunt nu niet ingrijpen op basis van prognoses. Ja, ja nee, ik ben zoals u weet directeur van het Centraal Planbureau geweest. Dus ik ken alle beperkingen van prognoses. En ik ga zeker niet de contracten op grond van louter prognoses wijzigen. Dat is een goede nuancering. En dat stoelde u ook op het advies van de landsadvocaat, hè? Ja, die was daar dacht ik mee eens, ja. Ik had er geen twijfel over. Maar toen was toch op zich al duidelijk dat die concessievergoeding veel te hoog was om tot een sluitende, wat we dan tegenwoordig schijnen te moeten noemen, business case, ik noem het maar gewoon ondernemingsplan, te komen? Nou ja, er was geen wezenlijk andere informatie dan toen het bod gedaan werd. Maar was het toch niet veel beter geweest om toen op dat moment die concessieovereenkomst maar gewoon aan te passen? Nee, nee, dat lijkt mij niet. Omdat juridisch is dat kwetsbaar, ook ten opzichte van de andere bieders. Die hadden het dan misschien gezegd, ja, als we hadden geweten dat het bod van 178 uiteindelijk 100 zou worden, dan hadden wij ook wel interesse gehad. Hè? Dan had het dan ons gegund, dus dat maakt je ook kwetsbaar. En zoals ik zei, je kan wel op grond van force majeure of calamiteit kan je zeggen, oké, nu moeten we toch dat contract opnieuw bekijken en opnieuw onderhandelen. Maar niet op grond van weer een nieuwe becijfering. Maar er waren McKinsey-becijferingen waaruit bleek dat in het zondigste scenario die HSA, die High Speed Alliance, 200 miljoen tekort kwam. En in het zwartste scenario 800 miljoen. U bent een man van de cijfers. Dat moet u toch zeggen. Ja, we gaan niet zitten wachten tot het onderwerp. Ik ben vooral een man van de realisatiecijfers. Daar geloof ik meer in dan in prognoses. Dus nieuwe prognoses. Bovendien, laat eerst die treiners gaan rijden. En er was ook niet een acuut liquiditeitsprobleem bij de HSA dat ze niet aan hun verplichtingen konden voldoen. Dus er was ook nog niet sprake van een situatie die noopte tot heronderhandeling. Nee. Mocht dat op grond van de feiten zijn gebleken, dan waren er natuurlijk nog twee scenario's. Ik kan zeggen, nou, laat HSA failliet gaan en we zoeken een andere exploitant. Dan gaan we opnieuw. En de andere was heronderhandelen over de voorwaarden. Ja, uiteindelijk, naar ik heb begrepen, heeft minister Schulz gekozen voor de route we heronderhandelen over de voorwaarden. Ik geloof dat toen uiteindelijk toch de tariefrestrictie er in een of andere vorm is gekomen en ook de verlaging naar 101 miljoen, wat ik opmaak uit, maar dat is allemaal na mijn tijd. We gaan het hebben over uw tijd. Ja, ja. U zei, niet doen, prognoses, laat ze eerst maar eens wat laten zien. Was het niet zo dat u dat ook deed om de prikkel aanwezig te houden, dat ze zo snel mogelijk zouden gaan rijden, zodat er in ieder geval wat verdiend werd? Ook dat, wat dat betreft, mensen aan hun contract houden, is altijd stimulerend. Wat ik steeds niet goed begrepen heb, en daarom vraag ik het u, is had NS was
Nou, zat goed dat ze slappe was. Ja. Had NS als moeder, NS is hier een paar keer verklaard, dat hele HSA, dat was eigenlijk NS, met een vleugje KLM. Ja. Had NS zelf, met een flinke portemonnee, zelf niet wat moeten doen? Gewoon kapitaal in de HSB-lijst in die dochter stoppen? Ja, zeker denkbaar. Is niet gebeurd? Nee. Heeft u daarop aangedrongen? Heeft u gezegd... Nee, want ik zag ook geen probleem nog. Ik bedoel, het was niet een acuut financieel probleem dat ze hun verplichting niet konden nakomen. Een faillissement wordt nooit aangevraagd bij een rechter op grond van prognoses, maar op grond van realisaties. Dus u moest consequent zijn als u aan de ene kant zei, ja, niks aan de hand, prognoses, we zien wel. Ja. Kon je aan de andere kant ook niet van de NS gaan vragen om geld bij te stoppen. Nee. Zo keek u daar tegenaan. Ja. Had de NS andere mogelijkheden om de continuïteit van HSA te waarborgen? Nou ja, ik las nog even in dat boek, wat ik al eerder citeerde, de ontsporing, wat overigens voor mij wel buitengewoon interessant was, omdat je daar het eigenlijk vanuit de andere kant juist het verhaal geschetst ziet. Er werd nog gesuggereerd van nou, als ze naar Zalm hadden gegaan en ze hadden 700 miljoen afgegeven om af te komen van die top op de exploitatiebijdrage. Dan had het misschien ook gekund. Nou ja, ze zijn in ieder geval nooit bij me geweest. Ik heb nooit een of ander bod van NS gehad om op wat voor manier dan ook via een bijdrage van de NS het probleem te verkleinen. Had u het wenselijk gevonden, nog zonder druk van u of wie dan ook, dat de NS zelf een oplossing zou zoeken voor die dreigende problemen bij dochter High Speed Alliance? Nou ja, daar werden ze min of meer als groot aandeelhouder wel toe gestimuleerd door dat wij hebben gezegd van wij gaan nu niet heronderhandelen over de voorwaarden. Zolang er niet gereden wordt. Maar had ook niet, ik blijf het gewoon vragen, die HSA de concessie terug kunnen of moeten geven? Omdat het vanwege dat veel te hoge bod niet aan de verplichtingen zou kunnen gaan voldoen. Nou, dat zou een hele rare figuur zijn geweest. Hè? Waarom? Je biedt ergens op en je krijgt de verblijdende boodschap dat je het bod gewonnen hebt. En vervolgens zeg je van ik doe het niet. Ik bedoel, dat kan ook niet. En om die reden ook, nee, laat ik het anders vragen. Minister Peijs, technisch gezien, minister Peijs, had de concessieovereenkomst kunnen ontbinden, gelet op de dreigende donderwolken die er volgens het bedrijf zelf aankwamen? Dat denk ik niet. Dat denkt u niet? Nee, dat denk ik niet. U vond het dus ook geen realistische mogelijkheid, dat heb ik net aan u gevraagd. En mevrouw Peijs was dat volstrekt met u eens? Nou ja, het gaat hier ook vooral op om het timingspunt. Hè. Als je echt kan gaan zien hè, dat ze echt in problemen komen, dan heb je een opening om te heronderhandelen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar op grond van feiten die nog helemaal niet bekend zijn, louter op grond van weer eens een nieuwe prognose door weer eens een nieuwe instantie, ga je niet een contract ontbinden of veranderen. Hoor ik u nou zeggen, Peijs en ik konden daar misschien net iets anders over denken, maar in ieder geval op dat moment, wat de timing betreft, vonden wij beide het niet het moment om die concessie aan te pakken. Ja, plus dat je dan nog met het probleem zat dat zij, gegevens die zij dan hadden, weer als bedrijf vertrouwelijk kwalificeerden, zodat je ook moeilijk je daar een oordeel over kon vellen. Werd het probleem van HSA op die manier niet eigenlijk gewoon een beetje vooruitgeschoven? Zo van, ja, we zien later wel. Dat was verder helemaal niet erg. Want als iets een probleem nog niet opgelost hoeft te worden, dan kan je het ook vooruitschuiven. Er is geen schade door aangericht. Ja, je kan ook zeggen, als je die ellende ziet aankomen, McKinsey, cijfers, dan is het regeren is vooruitzien. Nee, maar je hebt ook eigen verantwoordelijkheden van partners die biedingen doen. Die moeten gewoon hun verantwoordelijkheid zelf ook nakomen. En kon president-directeur Veenman, was dat inmiddels... van de NS. Kon die daarmee leven met dat uitstel en dat vooruitschuiven? Ik denk het wel, ja. In ieder geval heeft geen, dit keer niet een beroep op de Kamer of wat ook gedaan, als ik me goed herinner. Maar dat kwam natuurlijk omdat... Dus dit was de conclusie die we in mijn herinnering in goed overleg hebben getrokken. Van dit is nu niet het moment om een heronderhandeling te plegen. Dus dat moet eventueel, mochten die prognoses zich realiseren. Dan komt er een ander moment, hè, omdat je dan feiten hebt waar je op kunt baseren
om dan eventueel wel die heronderhandelingen te gaan doen. Is dat niet toch een beetje de houding wie dan leeft, wie dan zorgt? Ja, maar het heeft ook geen zin om, hoe zou ik dat nou zeggen, als de zon schijnt een paraplu op te zetten. Hè? Je moet wel je paraplu bij hebben voor als het gaat regenen om op te zetten. Hier was natuurlijk nog helemaal niks gebeurd. En ja, dan is er geen enkele reden om plotseling eerder gedane biedingen die men vrijwillig heeft gedaan. Hè, en waar ook nog wat aftrekjes op zijn gepleegd richting van 178 naar 148. Ja, dat is bot wat men gedaan heeft. Met open ogen en bewust. En daar hou je ze aan tenzij blijkt dat het onmogelijk is. Maar dat blijken, dat kan alleen maar zijn door de feitelijke gebruik van de treinen, de feitelijke opbrengsten van de treinen en niet op grond van weer eens een nieuwe berekening. En het feit dat er niet via de Kamer daarna werd gelobbyd om het toch over de brug te komen als overheid, dat... Ja, de Kamer steunde. In dit geval was de Kamer, dacht ik, zeer steunend in mijn herinnering richting het kabinet van de INS moet nou... Maar er werd in ieder geval niet meer door de INS gelobbyd. Had dat iets te maken met die strenge instructie aan uw ambtenaren van dit soort deloyaal gelobby van de NS heb ik wel genoeg en laat ze dat maar weten? Nou, dat zover rijdt mijn macht ook niet hoor. Maar in ieder geval, dit is eigenlijk vrij, vrij goed en geruisloos opgelost in mijn herinnering. Ik zie dat collega Gerven van haar heeft. Ja, meneer Zalm, ik wou nog even stilstaan bij... minister Peijs. Want natuurlijk als vakminister sta je er vaak toch wat anders in. Ja. Was het nou niet zo dat zij laten we zeggen, NS de helpende hand wilde bieden? Ja, dat was de reden waarom ze ook mij daarop aansprak. Van ik heb een telefoontje gehad van Veenman die, die maakt zich zorgen over de HSA. En over de financiële problemen waar de HSA in dreigt te geraken. Uit mijn dossiers maak ik op dat we ook een gesprek met z'n drieën nog hebben gehad daarover. En toen zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ja, als de HSA daadwerkelijk in problemen zou komen, dat ook er bepalingen zijn in het contract die een heronderhandeling mogelijk maakt. Maar wat wilde minister Peijs? Die wilde dat gesprek. Die wilde dat Veenman ook in mijn richting zijn zorgen kenbaar kon maken. En ik begreep die zorgen ook wel. Wat niet wil zeggen dat dit niet het moment was om op grond van zijn zorgen en op grond van nieuwe berekeningen, later op grond van dat feit, al heronderhandelingen over de bijdrage van de HSA aan de exploitatie van de lijn te veranderen. Was het nu zo dat minister Peijs wel wat wilde doen en dat u dat niet wilde? Nou, dat kan ik uit mijn... ik weet wel, laat ik maar zeggen over wat ik wilde. Dat weet ik namelijk zeker. Ik wilde niet nu heronderhandelen. Uw standpunt is duidelijk. Ik vraag naar het standpunt van minister Peijs. Nou, dat... dat kan ik niet eenvoudig reproduceren. Zij maakten zich zorgen, dat weet ik wel. Uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat we nu niet gingen eronderhandelen, dat weet ik ook. Nou ja, dat is wat ik u kan bieden. Dan nog over het als NS, want die, dat is ook vaker aan de orde geweest, hield nogal wat kaarten tegen de borst. Ja. Als NS gewoon nou open kaart had gespeeld. En een, laten we zeggen, een volledige ondernemingsplan of business case had neergelegd met hoe het ervoor stond. Ik denk dat ik dan ook nog steeds een grote aanslinger zou hebben gehad, ook vanuit bestuurlijk juridisch oogpunt, om louter op grond van weer een nieuwe business case, hè, want die hebben ze ook gemaakt toen ze daar 178 boden, om louter op grond van het weer opnieuw maken van een business case, prijsonderhandelingen weer open te breken. Dan had ik dan maar... Ik kan niet, je probeert een voorspelling te doen over je eigen gedrag. Ik ben altijd wel bereid om te luisteren naar problemen. Het had zeker hun kans vergroot, laat ik het dan zo formuleren, als men open kaart had gespeeld en alles op tafel had gelegd. Maar of dat uiteindelijk tot een andere conclusie zou hebben geleid dan de conclusie van, laten we eerst maar eens kijken wanneer de boel, dan pas gaan kijken als de boel rijdt. Want dan hebben we echte feiten. Ja.
U zegt het had mogelijk geholpen, ja. Maar dat is een... Was niet een 100% garantie geweest. Nee, het was geen garantie. Ik zal dus niet zeggen, als zij nou maar alles op tafel hadden gelegd, dan had ik die heronderhandeling onmiddellijk begonnen. Had het hun zaak geholpen als ze dat gedaan hadden? Nou ja, hun kans was groter geweest, denk ik. Laat ik dat is uw conclusie en wat de uitkomst zou zijn geweest. Dat durf ik niet te zeggen. Goed, ik geef het woord weer aan de heer Elias. We gaan naar een afronding. We zitten juli 2006. Inmiddels het minderheidskabinet Balkenende 3. D66 is weg uit Balkenende 2, maar zowel mevrouw Peijs als u blijven op post. Ja. En dan wordt duidelijk dat die oplevering van de infrastructuur weer verder vertraagd is. En als u op die periode terugkijkt, ik heb er zo wat meer specifiekere vragen over. Ja. Wat gaat er dan verkeerd in uw ogen bij Verkeer en Waterstaat? Het projectmanagement. Men is toch te laat met dat begonnen met die RERTMS-beveiliging te introduceren. Ook in de infrastructuur. Ja, MEN ken ik niet. Wie is dat? MEN? Nou ja, het ministerie, de projectorganisatie. Dus ik was daar zeer onthutst over toen ik dat bericht kreeg. Men wist al jaren dat eraan zat te komen. Men is te laat begonnen. En ik vond dat een hele slechte zaak. Dus daar heb ik ook een beschaafd briefje over, hoor. Mijn aantekeningen op de notitie van de ambtenaren waren wat pittiger dan de beschaafde brief die ik geschreven heb. Vertel eens, wat stond er ook weer in die kantlijn dan? Nou, ik heb daarop geschreven, maar dat zult u ook hebben. Wat een schandelijk amateurisme. Hoe kan dit nu weer? Dramatisch. Nou ja, dat... Zelfs financiële mensen kunnen wel eens emotioneel zijn. Dat mogen blijken. Maar er stond ook... En dat zet ons weer met beide benen op de ambtelijke grond. Nu DGRBG aanzet. Wat betekent dat? Nou ja, ze hadden mij aanbevolen om minister Peijs te bellen. Ja, ik ga niet bellen. Ik ben niet zo'n beller. Maar wie of wat is DGRGB? Oh, dat is de directeur-generaal van de Rijksbegroting. Laat die maar zijn collega op Verkeer en Waterstaat... schatkist bewaren. Ja. Nee, dat... Ja. Misschien materieel wel, want je hebt de thesaurier-generaal. Ja. Die is meer van het macro-economisch monetaire. En de directeur-generaal Rijksbegroting is van alles wat budgetair is. En toen heeft Financiën gezegd, dat gaat niet goed daar, dit moet anders. Ja, dus toen heb ik naar aanleiding daarvan ook nog een brief geschreven aan mevrouw Peijs dat dit echt beter moest. We konden het niet helemaal meer keren, die vertraging. Er waren nog wat andere probleempjes ook geweest rond die aanleg van de infrastructuur. En dit kwam er dan nog eens bovenop. Vond u dat ze bij Verkeer en Waterstaat zich veel te weinig bekommerden over financiële consequenties van dingen die er gebeurden? Nee, dit was meer dat men gewoon de planning en de projectorganisatie niet goed op orde had. Het stond even wat mij betreft, dat had ook financiële gevolgen. Want dat betekende dat er ook later afdracht voor het gebruik van de lijn zou komen. Het was een wat rare situatie. Aan de ene kant waren er natuurlijk de nodige problemen bij bestellen van treinen en dergelijke. Aan de andere kant de NS of de HSA-organisatie hoefde pas te betalen als de infrastructuur er echt was. En het vertragen van de infrastructuur betekende ook voor de schatkist een nadeel, want dan zouden er ook geen inkomsten zijn. Er stond wel een interne advies aan u, dat Verkeer en Waterstaat niet goed genoeg op de geld letten. Ja. En dat nam die zorg? Op het geld is dat een centrale project verantwoordelijkheid ontbrak. Hè? Dus het ging niet eens zozeer over het geld. Maar dat men beter in de planning en de projectorganisatie, dat die beter op orde zou moeten zijn. Dus daar heb ik toen een witte brief over geschreven. Geen blauwe, maar een witte. Is dat het moment waarop je zegt, wij gaan ons nu als financiën echt... we gaan er meer bovenop zitten. Nou nee, dit is toch primaire verantwoordelijkheid van het ministerie, van het betreffende ministerie. Maar zeker als het ook financiële gevolgen heeft, dan kan ik dat niet zomaar even laten lopen. Dus dan schrijf ik toch wel even een brief om de aandacht van de departementale leiding daarop te vestigen. Dat prioritair zou moeten zijn.
Maar we zitten inmiddels halverwege 2006. Had dat allemaal niet een beetje eerder gemoeten, dat uw departement en u zelf wat sterker bovenop was gesprongen? Nee, ik denk dat financiën is toch om op hoofdzaak de rijksuitgaven, de financiële aspecten te bewaken. Het is ook niet zo dat ik tientallen mensen bij de inspectie Rijksfinanciën heb zitten die verkeer en waterstaat doen. En dat zijn er maar enkele. Dus die houden zich in de hoofdlijnen daarmee bezig. En kunnen niet tot in de haarvaten van de organisatie van verkeer en waterstaat doordringen. En projectorganisatie is echt een vak apart. Maar heeft Financiën niet te lang vastgehouden aan die onrealistisch hoge opbrengst van die vervoersconcessie, met alleen maar dat contract in de hand en zeggen, hier is het contract en je regelt het maar. En ook de ogen gesloten voor de verslechterende omstandigheden. Nee. Die zich gewoon voordeden. Nee, we hebben niet de ogen voor gesloten. Alleen, er wordt onderhandeld op het moment dat het ons goed uitkomt en niet op het moment dat de NS het goed uitkomt. Er is een bod gedaan door een organisatie die professioneel geacht wordt te zijn. Die meer kennis van zaken hebben over alle ins en outs van het treinvervoer dan het ministerie van Financiën of Verkeer en Waterstaat. Dat nemen wij serieus. En daar houden we ze aan totdat de onmogelijkheid blijkt. Bijna onnodig te vragen, maar ik doe het toch omdat we ook uw antwoord willen horen. Expressies verbis. Hoe vindt u dat de NS en de High Speed Alliance invulling hebben gegeven aan de uitvoering van die vervoersconcessie? Ja, dat is allemaal niet zo geweldig gelopen, naar ik heb begrepen. Met name wat betreft het treinmaterieel. In hoeverre is de overheid verantwoordelijk voor dat HSA-debakel? Algemene vraag, maar het is ook aan het eind van mijn vragenronde. Als u daar nou op terugkijkt. Nou, ik denk dat we hebben er een potje met z'n allen van gemaakt, zegt Jan Timmer. Nou ja, wat je misschien. Kijk, je kan hier niet uit afleiden, is mijn mening hoor. Want u vraagt daar ook naar. Van als we nou maar gelijk het onderhand gegund hadden aan de NS, dan had dit natuurlijk allemaal prima gelopen. Want de NS heeft het uiteindelijk gekregen en het is niet prima gelopen. Dat ging niet alleen over de bijdrage die men moest betalen, die men zelf overigens had bedacht. A contrario zou je kunnen redeneren, misschien had het beter geweest dat iemand had gewonnen die gewend was om hoge snelheidstreinen te exploiteren. En die ze ook wist aan te schaffen. Dus achteraf, maar goed, is allemaal achteraf. U had eigenlijk veel liever gehad dat die Fransen meegedaan hadden. Ja, maar die zouden het ook denk ik niet gewonnen hebben. Dus dan zouden we toch in hetzelfde scenario terechtgekomen zijn. En je kan ook niet de NS uitsluiten of discrimineren, louter vanwege het feit dat ze nog nooit een hoge snelheidslijn, dat ze geen hoge snelheidslijn ervaring hadden. Ja. Nou zei de heer Timmer, is mijn laatste vraag, hier. Wij hadden eigenlijk helemaal niet mee moeten doen met die aanbesteding. Ja, maar had hij dat maar moeten zeggen. Ja, maar dan had de Nederlandse staat toch behoorlijk met de handen in het haar gezeten. Met iemand die 61 miljoen had geboden en iemand anders die al niet meer mee mocht doen. Ja, dan had je opnieuw je moeten beraden over wat je dan te doen staat. Of je had genoeg moeten nemen met 61 miljoen. Maar die wilde eventueel ook wel onderhandelen opwaarts nog over het bod, bleek. Okay. Meneer Salm, ik had nog één vraag over zojuist. Toen u de brief stuurde naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat over die projectorganisatie, over de voortgang. Als u kijkt naar uw eigen ministerie, valt daar nog iets te verwijten of iets te zeggen over het proces, over uw eigen rol? Nee, ik zie de rol van financiën moet je ook niet overdrijven, maar op het punt van de openbare aanbesteding hebben we ons natuurlijk steeds van meet af aan consistent en consequent opgesteld. Maar ik bedoel even het functioneren zeg maar, van het ministerie. Nee, ik ben denk ik steeds goed geïnformeerd door mijn ambtenaren op de momenten waarop dat nuttig en nodig was. Ook als ik nu de stapelstukken doorkijk, ik heb zo'n 40 notities geloof ik in de loop der tijd over dit onderwerp gekregen. Dus ik voel mij goed geïnformeerd door mijn ambtenaren. En ik vind ook dat ik de rol van minister van Financiën vervuld heb zoals dat van een minister van Financiën mag worden verwacht. Okay. Meneer Zalm, we komen zo langzaam zeker tot een afronding.
Toch houdt mij één zaak nog wel even bezig. U geeft aan dat de rol van financiën betrekkelijk is op het totale dossier. Toch heeft de heer Timmer daar ook wel het volgende over gezegd. Namelijk, linksom of rechtsom, het is toch uiteindelijk het financiële gevolg van de staat. Als ze die concessie niet met ons naar beneden willen krijgen, nou, dan krijgen ze at the end of the day minder dividend. Dus hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Ik vind dat je toch die verantwoordelijkheden zo goed mogelijk moet scheiden. De NS is verantwoordelijk voor het bod wat ze zelf doen. En uiteindelijk kan je natuurlijk... het feit dat je in concurrentie iets aanbesteedt en biedingen laat plegen, betekent ook dat iedereen het uiterste wordt gevergd om zo kostenefficiënt en zo creatief mogelijk te zijn om... Een goede verhouding tussen baten en lasten te krijgen. Dus dat vind ik stimulerend en dat is goed. Uiteindelijk weet je dat er verbindingen natuurlijk zijn tussen de staat als aandeelhouder en de NS. Maar je moet die rollen wel gescheiden proberen te houden. En dat is een stimulans om in concurrentie iets te doen, ook voor een staatsbedrijf, kan ik u ook nu uit mijn huidige ervaring verzekeren. Werkt wel stimulerend. Dat niet alles vanzelf naar je toe komt. Ik begrijp de effecten wel, maar had hij niet gewoon gelijk? Namelijk, at the end of the day is nee, de staat geen rekening betaald. Er is verschil tussen boekhouden en economische prikkels. Boekhoudkundig is natuurlijk een en al hetzelfde. Maar als je, ook als het een staatsorganisatie of een ambtelijke organisatie of een staatsbedrijf is, als die in concurrentie iets moet doen, wordt die toch extra geprikkeld en gescherpt. En dan leidt uiteindelijk ook tot lagere kosten en tot hogere opbrengst. Ja, maar toch nog één keer. Ik begrijp heel goed wat u zegt. Het is denk ik ook belangrijk dat u vanuit uw positie dat aan ons meegeeft. Alleen, kijkend naar de rekensommen, wil ik toch van u horen of Timmer nu in uw beleving gelijk of geen gelijk had. Wanneer hij zegt, het is zo, we zijn in een verbintenis met de staat. Het is ofwel via dividend ofwel via de concessievergoeding. Maar uiteindelijk is toch de staat degene die financieel, want in andere opzichten zou je kunnen zeggen betaalt de reiziger de rekening, maar in financiële zin betaalt de staat uiteindelijk de rekening. Dat is zijn stelling en ik ben benieuwd wat die u stelling, daarvan vindt. Die stelling is in redelijke mate juist, behalve dan dat ik ook weet dat als wij ondershands dingen gunnen, dan krijgen we minder uitdagende oplossing en een minder efficiënte oplossing, omdat je dan alles kunt permitteren, want je krijgt het toch, dan wanneer je geprikkeld wordt om een bod te doen wat ook sterker is dan dat van andere partijen, waardoor je toont dat je beter in die business bent en efficiënter werkt dan andere partijen. En dat is wat bij boekhouden dan verloren gaat. Oké, dus technisch heeft hij gelijk, hij onderschat alleen de effecten. Ja. Oké, dank u wel. Meneer Zalm, wij zijn hiermee aan het einde gekomen van dit verhoor. En daarmee sluit ik deze vergadering voor nu. Dank u wel. Oké.